zou moeten passen op deze manier. Als u dat goed vindt, dank u wel. Doen we dat al dus. Dan gaan we over naar het hoofdprogramma van vandaag. Waar we allemaal met smart op hebben zitten te wachten. En dat is de, moet ik het goed zeggen, uiteraard de beantwoording van de kandidaten. Maar zoals ik al had aangegeven, ga ik loten wie als eerste het woord krijgt van u. En ik heb begrepen dat er dan een beker naar ons toe komt. Nog kop of munt, had ook gekund misschien, ja. Nou, daar gaan we, heren. Het lijkt wel Sinterklaas. De heer Van de Lee gaat als eerste spreken. Ik ga voor de volledigheid toch nog even checken of ook wel de naam van de heer Bosma erin zat. Want het geen, En inderdaad, de heer Bosma zat er ook in. Maar het is de heer Van de Lee die ik dan als eerste het woord ga geven. En ik zou willen voorstellen, uiteraard is de gelegenheid tot interrupties, maar om wel even de kandidaten de gelegenheid te geven om in ieder geval een groot deel van hun betoog af te ronden en indien mogelijk het hele betoog. Maar moeten we maar even kijken, want het is toch een aantal van u heeft het al gememoreerd. Een sollicitatiegesprek met de camera's erop en 150 leden, dat is denk ik voor iedereen pittig. Maar ik wens u daar veel succes mee, de heer Van der Lee. Hartelijk dank, voorzitter. En allereerst wil ik ook graag de heer Ergin feliciteren met een indrukwekkende medespeech. Ik heb mijn opa nooit gekend. Mijn vader is overleden. Dus het raakte wat u heeft gezegd, maar wel op latere leeftijd, moet ik bekennen. Maar het was een mooi verhaal. Wie ik ook graag zou willen feliciteren om zijn lef is de heer Bosma. Omdat hij nu voor de derde keer zich kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap. En ik wens hem succes. Mijn felicitaties en complimenten gaan ook uit naar de tijdelijke Kamervoorzitter Roelien Kamminga. Omdat mocht ik de stemming verliezen, ik dat niet kan doen aan het einde van de debat. En tot slot dank ik alle leden die gesproken hebben. En ook de leden die het debat volgen. Het is een enorm voorrecht om Kamerlid te zijn. Ik loop als Kamerlid nog niet zo lang rond in dit huis. Althans, bijna 7 jaar. Dat is gemiddeld genomen best lang, gelet op de huidige samenstelling. Maar ik ben als 9-jarig jongetje door mijn ouders meegenomen naar de echt oude Kamer. En op 25-jarige leeftijd, een maand na de val van de muur, trad ik in dienst bij de eerste fractie van GroenLinks, die toen was verkozen in het parlement, ook echt nog in die oude Kamer. Daar heb ik bijna 3 jaar nog gewerkt. In die tijd werd een heel nieuw Kamergebouw naast de Kamer gebouwd en gingen we gewoon door met ons werk. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik deze verhuizing niet echt heel wenselijk vond en verstandig en noodzakelijk. We zitten er nu en ik hoop ook dat we zo spoedig mogelijk weer terug kunnen gaan daar naartoe. Ik heb een inleiding, maar ik heb ook een aantal blokken, omdat er verrassend veel, moet ik bekennen, vragen zijn gesteld. En ik heb ze geprobeerd in te delen en het lijkt me handig dat ik u dat even vertel. Zodat u, als u mij wil interruperen, weet bij welk onderdeel. Na mijn inleiding ga ik vooral even in over de positie van de Kamer. Met name ook daarna de wetgevende taak. Het leiden van het debat in die Kamer. Daarna de organisatie. En dan maak ik even een splitsing tussen de mensen en de middelen. Dan ga ik nog in op het ontvangen van internationale delegaties en het internationale werk van de Kamervoorzitter. Dan zijn er nog een aantal persoonlijke vragen gesteld die van verschillende aard waren. Sommige komen al terug in de andere blokken, maar andere pak ik daarna nog even. En dan sluit ik af met ook een uitleg waarom ik denk dat ik een voorzitter kan zijn voor alle leden in dit huis. Maar ook voor alle mensen die door deze leden in Nederland worden vertegenwoordigd. Ik ben zelf geïnspireerd door wat mij betreft de meest betekenisvolle dichtregel uit de Nederlandse literatuur. En dat gaat als volgt.
Alles van waarde is weerloos. Dit dichtte Lucebert in 1974. Ik vind dat hier de essentie zit in wat mijn taak is als volksvertegenwoordiger. Datgene beschermen waarvan ik vind of denk dat het kwetsbaar is. En dat kan gaan om personen die door het toeval van hun geboorteplek, door tegenslag qua gezondheid, door andere obstakels zich niet hebben kunnen ontplooien zoals vele anderen in Nederland het wel kunnen. En zij hebben de helpende hand van de overheid nodig. En zij zijn zelf vaak niet in staat om voldoende stem te laten horen en gewicht te geven aan die stem. En dat maakt dat je daar een taak hebt te vervullen als volksvertegenwoordigers. Maar dat geldt ook voor andere belangrijke waarden. Ik denk aan allerlei culturele waarden, maar zeker ook aan onze natuurlijke omgeving. De biodiversiteit in Nederland staat er het slechtst voor van alle lidstaten van Europa. De opwarming van de aarde gaat sneller dan voorspeld. En ook dat betekent dat je voor het kwetsbare moet opkomen. En dat je ook stem moet geven aan waarden die die stem zelf niet kunnen uiten. Wat ook een kostbare en kwetsbare waarde is, is onze parlementaire democratie zelf. Ik heb een paar maanden geleden een rapport gezien van het Democracy Institute uit Gothenburg. Zij hebben becijferd dat op dit moment, en dat is een trend die al omhoog gaat een aantal jaren, 72% van de mensheid leeft onder een autocratisch regime. Dat zijn 5,7 miljard mensen. Landen die zoals wij een parlementaire democratie hebben, die redelijk goed in balans is, die brede welvaart aan velen weet te bezorgen, is zeldzaam en wordt zeldzamer op deze aarde. Daarom is die waarde van de parlementaire democratie zo kostbaar en is het mij zeer aangelegen om in de rol van voorzitter mijn uiterste best te doen om de randvoorwaarden te bieden aan al jullie nieuwe en zittende Kamerleden om ervoor te zorgen dat we die democratische waarden overeind houden, maar dat we vanuit verschillende levensovertuigingen, ideologische opvattingen, pragmatische opvattingen, botsende belangen zullen vertegenwoordigen, omdat we zelf keuzes maken over welke waarden we weerbaar willen maken, dat we dat op een fatsoenlijke manier met elkaar bediscussiëren. En ik heb in mijn brief een citaat aangehaald van een politiek filosoof uit Frankrijk, Claude Lefort. En hij zei, in een parlementaire democratie woedt een permanente strijd om de lege zetel van de macht. Natuurlijk wordt die zetel wel eens bezet, maar niemand van ons kan die permanent bezetten, omdat wij gekozen politici zijn en passanten. En dat is hartstikke goed. Hij gaf ook aan dat, en dat is een probleem dat steeds meer toeneemt, dat er weinig silver bullets zijn. Oplossingen die zo fantastisch zijn dat ieder belang daarmee gediend is. Het is de tragiek van ons als politici dat wij tussen grote belangen afwegingen moeten maken. En in die afweging is het toch vaak zo dat sommige belangen, en misschien tijdelijk, ondergeschikt worden gesteld aan andere belangen. En dat betekent soms ook dat bepaalde delen van de bevolking een prijs betalen omdat we een andere keuze met elkaar hebben moeten maken. En daar maken we verschillende keuzes in, verschillende afwegingen in, dat is hartstikke goed. Maar het is ook heel belangrijk, en daar zijn we ook volksvertegenwoordigers voor, dat we duidelijk maken waarom wij die keuzes maken en elkaar daar ook op bestrijden. En daarom ben ik ook een groot voorstander van een heel stevig democratisch debat. Maar ik zou het heel erg waarderen, en dat hoop ik ook te bevorderen, dat die debatten worden gevoerd op basis van de onderliggende waarden, op basis van de inhoudelijke opvattingen, en minder, want dat zie ik toch te vaak, door de intenties van degene die een bepaald belang vertegenwoordigen, ter discussie te stellen en in het debat meer op de man of de vrouw te spelen dan op de bal. En de taak van een voorzitter is natuurlijk een scheidsrechter te zijn. Grondwettelijk hebben wij een hele grote verantwoordelijkheid. Wij zijn als staten-generaal als enige in staat om nieuwe wetten te toetsen aan de grondwet. Die bevoegdheid is exclusief aan ons toebedeeld. Daarbij heeft ook nog eens de Tweede Kamer het primaat boven de Eerste Kamer. Die bevoegdheid wordt wel begrensd, omdat wij ook de directe werking hebben van internationale verdragen in onze eigen jurisdictie. Dus we kunnen
Als we zelfs de grondwet veranderen, moeten we ook rekening houden met andere verplichtingen die wij zijn aangegaan. En het is belangrijk dat daar ook macht en tegenmacht goed is in georganiseerd. Wij beroepen ons vaak als Tweede Kamer, wij zijn het hoogste orgaan. Ik denk dat dat in zekere zin klopt, maar daarmee is echt niet alles gezegd. Wij zijn een heel belangrijk orgaan, maar binnen een stelsel met belangrijke instituten, andere hogere colleges van staat, waardoor wij, gebaseerd ook op een scheiding der machten, rekenschap van geven dat wij ook feilbaar zijn. Misschien tonen we dat te weinig, misschien geldt het ook voor mijzelf, maar ik ben niet in staat, na vele jaren in dit huis, als medewerker en later als Kamerlid, alles te overzien. Ik bezit niet alle kennis. Ik moet vaak keuzes maken, net als jullie, op basis van niet volledige informatie. Vanuit een overtuiging dat ik een bepaald belang moet verdedigen, zonder dat ik ook weet wat de mogelijk onbedoelde effecten zijn van de keuzes die ik maak. En dit maakt dat het zo cruciaal is dat wij meer ruimte dan nu vrijmaken voor onze wetgevende taak. Er is een prachtig boek ons cadeau gedaan door de heer Van der Staaij, met dank ook aan de heer Snelle. En dat heet Werken aan wetten. Het is een hele rijke beschrijving van het meest ideale wetgevingsproces dat we met elkaar eigenlijk overeen zijn gekomen. Alle facetten zitten erin. En het is echt lezenswaardig, voor zowel voor oudere leden als zeker ook voor de nieuwe leden. Ook als je nog eventjes die wet zou willen beginnen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we in de praktijk zelden al die stappen in perfectie uitvoeren. En dat heeft een aantal oorzaken. En daar zijn veel vragen over gesteld. Want naast die wetgevende taak hebben we natuurlijk de volksvertegenwoordigende taak, daar heb ik al wat over gezegd, maar ook de controlerende taak. Want we moeten de uitvoerende macht, in dit geval de regering, scherp kunnen controleren. Ik zal straks nog ingaan op artikel 68. Maar wat je dan toch ziet als het gaat om die wetgevende taak, is dat die soms verdrongen wordt door de andere rollen die we vervullen. En naast die drie hoofdtaken speelt daar in toenemende mate, denk ik, mee. En ook dat is het gevolg, denk ik, van gezonde ontwikkelingen in een democratie, dat we allemaal ook een soort permanente campagne voeren. Want door die drie rollen heen zijn we bezig onszelf te onderscheiden ten opzichte van de anderen, verschillen duidelijk te maken, kiezers mee te nemen of te overtuigen om bij een volgende verkiezing ook op ons te stemmen. En dat leidt ook tot een bepaalde uitholling van onze instrumenten, waarbij we vorig jaar meer dan 5000 moties hebben ingediend. En de eerlijkheid gebiedt volgens mij te zeggen dat die moties niet altijd bedoeld waren om het kabinet tot een andere koers te bewegen, maar fracties in dit huis een bepaalde politieke kleur te laten bekennen. Omdat wij in dit huis niet echt de mogelijkheid hebben om ons van een stemming te onthouden. Je bent voor of je bent tegen. Het zijn digitale keuzes. En de vraag is wel, ja, hebben we wel de goede balans met elkaar in welke taak en welke activiteiten we voor opstellen? Er is al gesproken over, er zijn heel veel kamervragen gesteld. En die worden heel vaak niet beantwoord. Ik plaats daar één nuancering bij uit de laatste monitor. Die gemaakt is ook in het kader van het rapport versterking van de functies van de Kamer. Blijkt dat het iets beter is gegaan. Ook dankzij de interventies van die commissie, de gesprekken met de regering en het rol van de werk van de vorige voorzitter. Dus de trend is, het gaat iets beter, maar dan nog zijn er heel veel vragen onbeantwoord. Ik kom nog uit een tijd dat je een schriftelijke vraag als eerste kon indienen en dat als een ander over hetzelfde onderwerp daar vragen over wilde stellen, die moest toevoegen aan de Kamervragen die je als eerste had gesteld. Dat is losgelaten. En ik zie nu vaak over hetzelfde onderwerp 5, 6, soms 7 setjes Kamervragen. Ja, dan is even de vraag, wat zijn we met elkaar aan het doen? Dus dat zijn onderwerpen die ik graag zou willen bespreken, ook in de commissie voor de werkwijze, om te kijken, nou, kan die balans beter? Kunnen we ook onze eigen instrumenten weer ietsje scherper maken door ze wat selectiever in te zetten? Ik denk ook dat, en daar zijn veel vragen over gesteld, dat als het gaat om, kunnen we wat meer greep krijgen op onze agenda? En dan wordt toch vooral gedoeld op de plenaire agenda.
En ook hier moet ik de commissie danken. Ik zat zelf in de commissie van de STAI die het reglement van orde heeft herzien. Maar daarna kwam een andere die versterking van de functies van de Tweede Kamer onder de loep heeft genomen en goede voorstellen heeft gedaan. Daar kwam onder andere het voorstel naar voren om strategische procedurevergaderingen in te voeren. Zodat je niet met elkaar elke keer nieuwe wensen op tafel legt, maar ook bespreekt. Ja, welke vinden we nou belangrijk en hoe gaan we die over het jaar inplannen? Ja, en het lijkt mij misschien een interessant idee, maar ook dat wil ik met de commissie van de werkwijze bespreken. En met de Kamer als geheel moet daar natuurlijk mee akkoord gaan om ook af en toe een strategische regeling van werkzaamheden in te plannen. We weten namelijk een aantal vaste momenten in het jaar moeten we een aantal dingen echt doen. De begrotingsbehandeling, voorjaarsnota, najaarsnota, verantwoordingsdag. Dat bepaalt een bepaald ritme in het jaar. Als we nou een paar keer per jaar met elkaar kijken, er zijn heel veel debatten aangevraagd, meerderheidsdebatten. Maar ook veel 30-leden debatten. Laten we dan een keer niet een regeling houden met nieuwe debatten toevoegen, maar kijken naar wat we met elkaar hebben afgesproken. En wat gaan we die komende 2 maanden nou even met elkaar inplannen. En daarbij ook, en dat vind ik cruciaal, rekening houden met de wensen van de minderheid. Ik heb even gekeken naar de uitslag en de verhouding in de huidige Kamer. Op dit moment komen de kleinste 9 fracties bij elkaar opgeteld nog niet aan de 30 leden. Als de 10e fractie meedoet, kom je pas over die grens heen. Dat is niet een heel gezonde verhouding. Zeker niet als de coalitie, die mogelijk gaat komen, bestaat uit 3, 4 van de grootste partijen. En we moeten dus niet alleen kijken naar het specifieke aantal van leden dat nodig is. Ik denk dat we de 30-ledenregel voorlopig moeten laten bestaan. Maar wel oog moeten houden van doen we voldoende recht aan kleine meerderheden in dit huis. Omdat de kracht van een parlementaire democratie is dat je ook ruimte geeft voor minderheden. En iedereen vertolkt hier in dit huis een bepaald belang, bepaalde waarden die beschermd moeten worden en moeten ook aan bod kunnen komen. Ik heb al het nodige gezegd over het wetgevingsproces. En ik denk dat we, als we werk aan wetten in de praktijk brengen, meer tijd inruimen, beter kijken ook naar de uitvoeringstoetsen die in principe moeten worden gemaakt, met elkaar ook goed nagaan. Welke signalen hebben we nu binnengekregen van burgers en bedrijven in de fase van nog de ontwerpfase van de wet, maar ook een vinger aan de pols houden als wetgeving is ingevoerd, dat we met elkaar meters zouden kunnen maken. Maar aan zich is dat niet voldoende. Want we hebben ook wetten in dit huis gemaakt waar uiteindelijk, en het is een complex systeem, het is een heel complexe klok, denk ik, in de parlementaire democratie, met veel raderen, veel spelers, wij zijn er een belangrijke in. Maar als dat even niet goed gaat, dan worden mensen letterlijk vermalen tussen die raderen. En dat hebben we gezien bij de toeslagenaffaire. Ik was lid van de parlementaire ondervragingscommissie die ongekend onrecht heeft gepubliceerd. Ik was ook voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar de aardgaswinning in Groningen. En in beide gevallen zie je dat we er niet in zijn geslaagd om cruciale belangen van burgers te beschermen. Terwijl we een systeem hebben met checks en balances. En daarin ook andere machten, eigenlijk alle machten, op verschillende momenten gefaald hebben. En dan komt het ook aan op het democratisch ethos van enkelen. En dat geldt ook voor mensen in dit huis. Renske Leijten, Pieter Omtzigt, de heer Azarkan, die niet meer lid is van deze Kamer. Zij hebben democratisch ethos getoond door echt door te blijven gaan op deze kwestie. Maar zij konden dat alleen maar doen omdat er hele goede onderzoeksjournalisten waren die hier ook bovenop zaten. En waarom zaten zij daar bovenop? Omdat er een advocaat was, Eva González Pérez, die echt alles uit de kast heeft gehaald om haar cliënten die diep in de ellende zaten door de toeslagenaffaire te willen helpen. En daar is moed voor nodig, want ik denk dat de meeste mensen deugen en dat de meeste mensen eigenlijk geen zin hebben in conflicten. En zeker in je eigen directe werkomgeving is het best moeilijk om tegen de stroom in een ander geluid te laten horen. En ook hier geldt, en ik moet bijvoorbeeld denken aan de coördinator vaktechniek bij de afdeling toeslagen van de Belastingdienst, die het lef had om in een heel scherp memo aan te geven: de fraudebestrijding voor kinderopvangtoeslagouders is totaal doorgeschoten. Hij is ook onrechtmatig, onhoudbaar. Dat moet anders. Daar heeft het management van toeslagen helaas niet op gereageerd. Maar ik vind het echt heel geweldig dat mevrouw Palme, die dat memo heeft geschreven, nu in ons midden is als nieuw Kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract.
Ik heb ook dit soort mensen gezien in het dossier over Groningen. Er zijn 3 inspecteurs geweest bij het staatstoezicht op de mijnen, die na de grootste beving in Huizingen in 2012... zelfstandig, omdat ze toevallig de expertise hadden, het lef hebben gehad om de al decennia lange consensus die bestond over het feit dat geïnduceerde bevingen door aardgaswinning wel meevielen, ter discussie te stellen. En niet alleen de wetenschappelijke consensus, maar ook de hele aardgaswinning zelf ter discussie durfde te stellen. Dat was lastig voor hen. Het heeft ook lang geduurd voordat het een impact heeft gehad. Maar ook hier moet ik namen noemen van mevrouw Beckerman, de heer Nijboer, die ook vanuit de Kamer hier voortdurend aandacht voor hebben gevraagd. En het is denk ik die wisselwerking tussen mensen met een democratisch ethos, vanuit hun eigen beroep, vanuit hun eigen rol. Dat kan een journalist zijn. Dat kunnen maatschappelijke organisaties zijn. Want ik ben vergeten te noemen de Groningen Bodembeweging en het Gasberaad, die ook aanhoudend op de problematiek in Groningen hebben gewezen. Maar die samenwerking tussen mensen met een democratisch ethos en parlementariërs, volksvertegenwoordigers, die daarna luisteren en daarna handelen, dat maakt dat we ook beschermd zouden kunnen worden tegen de verkeerde keuzes die we vaak onbedoeld met elkaar hebben gemaakt. En ik zou graag een Kamer willen waarin dat nog meer ruimte krijgt dan we in het verleden hebben laten zien. En waarom? Omdat we, denk ik, nu wel een consensus hebben bereikt over de analyse van wat is in beide gevallen fout gegaan, maar dat we niet in staat zijn, op dit moment nog steeds niet, om vervolgens de mensen die daar zwaar door getroffen te zijn, te helpen. En dit onvermogen, denk ik, moeten we ons allemaal aanrekenen. Maar dat zijn nou juist bij uitstek de dossiers die het herstel van vertrouwen, waar veel mensen misschien nou zelf niet eens mee bezig zijn, ja, niet aan toekomen, omdat wij als overheid collectief niet genoeg leveren. En dat wilde ik graag de Kamer voorhouden, omdat ik vanuit dat gedachtegoed mijn rol als voorzitter zou willen spelen. Waarbij ik jullie vooral de randvoorwaarden wil bieden om met elkaar in goede discussies de wetgevingskwaliteit te verbeteren, maar juist ook in interactie met mensen die zien, dit gaat niet goed, dit gaat verkeerd. En daarbij ook ruimte te creëren in onze gemeenschappelijke agenda. Bijvoorbeeld door af en toe een strategische regeling van werkzaamheden te organiseren. Ik heb op zich nog wel meer ideeën op dat terrein, maar ik denk niet, ook omwille van de tijd, dat ik dat nu allemaal te bedden moet brengen. En ik denk ook dat dit een samenwerking moet met de Kamer. Ik vind wel heel goed, en daar kom ik toe aan artikel 68 van de Grondwet, dat ook in de afgelopen periode, ondanks het enorme drukke werk, er wel collega's zijn geweest die met ambtelijke ondersteuning werk hebben gemaakt van de versterking van de functies van de Tweede Kamer, van het werken aan wetten, maar ook van een heel verstandig advies of rapport over artikel 68. Hoe versterken wij nou de informatiepositie die de Kamer conform de Grondwet heeft? Daar zijn een aantal verstandige aanbevelingen in gedaan. Eén daarvan is een vrij simpele, maar goed, we moeten het nog wel regelen. We kennen een regeling voor de omgang met vertrouwelijke informatie. En daarin zit ook een bepaling dat als het kabinet bepaalde informatie niet wil geven op basis van het belang van de staat, dat we het kabinet kunnen vragen om te motiveren waarom dat niet kan. En dit motivatieverzoek of wens of misschien zelfs eis zouden we vaker aan het kabinet kunnen stellen. Maar dat betekent misschien ook wel dat we af en toe dan samen daarin ook met oppositie en coalitie gezamenlijk in op zullen moeten trekken. Er kunnen hele legitieme belangen van de staat aan de orde zijn. Die maakt dat iets niet in de openbaarheid gebracht kan worden. Maar het kan ook zijn dat er een argument wordt gezocht om dingen niet met de Kamer te delen. Er staan andere elementen in dat rapport, maar ik zou heel graag op basis van dat advies met de commissie van de werkreizen en het parlement als geheel daar nieuwe stappen in willen zetten. Ik heb nog veel meer dat ik daarover zou willen zeggen, maar ik moet ook een beetje rekening houden met de tijd, denk ik. Ik kreeg toch nog wel een vraag, wat heb je geleerd vanuit de parlementaire enquête, ook als het gaat om de rol van de Kamer?
Nou, we hebben een serie aanbevelingen gedaan. Ik was ook heel blij met het verantwoordingsdebat dat we als commissie hebben gevoerd. Met de ondersteuning van de conclusies en aanbevelingen door de Kamer. Ik vond ook dat de kabinetsreactie, als het gaat om welke stappen gaan we nu zetten. Ik zie de heel veel brief zitten. Dat veel van die aanbevelingen zijn opgevolgd. Tegelijkertijd hebben we ook een aantal andere observaties geplaatst. Eén daarvan was trouwens artikel 68. Want ook in dat dossier kwamen wij best wel een aantal zaken tegen die met de Kamer gedeeld hadden moeten worden, maar niet waren gedeeld. Een van de punten die we daarin gemaakt hebben is, kijk, als ik even kijk naar de gaswinning, daar speelden hele grote belangen een rol. Dat was natuurlijk het enorme financiële belang van de gaswinning. 445 miljard euro heeft Nederland eraan verdiend. Het was een belangrijk element in de wederopbouw. We waren ook heel erg afhankelijk geworden van het gas, omdat we iedereen daaraan hadden aangesloten. Dus leveringszekerheid was ook een heel groot belang. Het belang van de veiligheid van de burgers was daar helaas aan ongeschikt gemaakt. Toen het eenmaal zo ernstig was dat er ingegrepen moest worden, waren leveringszekerheid, maar ook nog wel het financiële belang, nog steeds zo dominant dat het heel moeilijk was om tot een forse ingreep te komen ten einde de veiligheid van onze bewoners te garanderen. En wat ik dan graag had gewild, en dat is ook iets wat we hebben voorgesteld, en dat zou de Kamer ook aan het nieuwe kabinet kunnen vragen, is als er een weging moet worden gemaakt tussen zulke grote belangen, want ze zijn alle drie heel groot, geef dan aan welke opties, twee of drie er zouden zijn in die weging. Kom niet met één voorstel, want we hebben het zo geweven en we gaan dit doen. Maar zet naast elkaar, als je de weging anders zou maken, wat zouden daar de consequenties van zijn? Dan wordt de Kamer in staat gesteld om iets meer te participeren in die belangenafweging. En niet geconfronteerd te worden met een keuze. En soms inderdaad, als het ten sprake is van een coalitie, met een te weinig dualistische benadering van dit soort fundamentele belangenafwegingen. Dat is een van de aanbevelingen die we in het rapport hebben opgenomen. En ik hoop dat het toch nog in de komende periode onderwerp van discussie zou kunnen zijn. Ik denk dat het goed is dat ik overga naar een derde blok. En dat betreft het voorzitten van de vergadering zelf. Daar heb ik in het begin al wat over gezegd. Er zijn ook veel vragen over gesteld. Ik zal niet alle namen van ieder lid noemen per vraag, omdat ik... Dat kost misschien een beetje te veel tijd. Ik denk, dat heb ik aangegeven, dat het heel erg belangrijk is dat er volop ruimte is voor een stevig democratisch debat. Het moet ook schuren. En ook dat is zo. Kamerleden genieten immuniteit voor de wet als het gaat om alles wat ze hier zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat alles gezegd moet worden. En bovendien hebben we met elkaar zelf een aantal regels afgesproken in ons eigen reglement van orde. En de voorzitter is er wel aan gehouden, zolang die regels er staan, om zich daar aan te houden. En dat betekent dat een van de regels is dat we geen gebruik maken van beledigende uitdrukkingen. Dat we elkaar met respect bejegenen. Dat we oog hebben voor de waardigheid van de Kamer. Dat we geen bedreigingen uiten. Dat staat allemaal in het reglement van orde. En de voorzitter is bevoegd om daar zelfstandig keuzes in te maken en eventueel een aantal sancties aan te verbinden als een Kamerlid weigert om bepaalde woorden terug te nemen. Het is heel lastig om in abstracte zin aan te geven wat je in een bepaalde situatie doet, omdat iedere context ook bepaalt of het gezegde wel of niet toelaatbaar is. Het is misschien een beetje flauw, maar de heer Stoffer noemde een uitspraak waarvan de Kamer in meerderheid heeft gezegd dat is een oproep tot geweld. Maar hij zei het op zo'n manier in zijn context dat ik er niet voor zou hebben gekozen om hem te zeggen, u mag die uitspraak niet doen. De manier waarop je iets zegt heeft al invloed op hoe je daarover zou moeten oordelen. Tegelijkertijd heb ik ook gezien dat de Kamer in meerderheid een uitspraak heeft gedaan. Dus als dit op een bepaalde manier, deze oproep, wordt verwoord in dit huis, en dat zeg ik ook specifiek richting de heer Ergin, althans richting de fractie van DENK, dan zal ik daar toch op moeten handhaven. Want dat heeft de Kamer in meerderheid uitgesproken. Als de Kamer iets anders uitspreekt, dan zal ik mijn best doen als voorzitter om daarna te handelen. Maar
Het blijft een afweging, omdat het niet heel specifiek is omschreven op welk moment je wat qua ingreep zou moeten doen. Maar het is elke keer een weging waarbij je recht wilt doen aan een goed democratisch debat. Maar ook ervoor waakt dat we niet afglijden in aanvallen op de persoon, het elkaar aanvallen op intenties en te weinig bezig zijn met het inhoudelijk en stevig van mening verschillen. Dat is hoe ik erin zit. Als het gaat om... de vrijheid van meningsuiting is in een bepaalde manier geborgd. Want een Kamerlid is immuun. Maar dat wil niet zeggen dat je vrijgesteld bent van sancties die we in het reglement van orde hebben afgesproken. Dus je mag het woord gebruiken, je mag er ook aan vasthouden, maar dan zit daar een bepaalde consequentie eventueel aan vast. En dat zijn op dit moment de regels. Dank u wel. Ik hoorde een natuurlijke pauze en ik zag mevrouw Van Vroonhoven naar voren komen namens Nieuw Sociaal Contract voor een interruptie. Ja, dank u wel. Ik zit een beetje te proeven waar de lijn van de heer Van der Lee ligt als het gaat om beledigingen. Kunt u mij helpen om te zeggen van hoe voorzichtig bent u? Praat heel voorzichtig, u bent heel voorzichtig in uw toon. U praat heel vriendelijk en daarvoor alle lof ook van onze kant. Maar kunt u ook met vuist op tafel slaan? En wanneer is het voor u genoeg? Ik ben heel erg aan het proeven van wat is voor u beledigend? En wanneer zegt u van nee, dit accepteren we niet ik meer? De heer Van der Lee. Ik ben al 6 jaar ondervoorzitter. Ik heb al echt vele tientallen, ik denk al misschien een paar honderd, ik weet het niet, ik heb het niet geteld, debatten in dit huis plenair voorgezeten. Het feit dat daar weinig aandacht voor is geweest, toont aan dat ik op een gezaghebbende manier, op een ordentelijke manier, debatten kan leiden. En ik heb ook af en toe in moeten grijpen. Ik heb ook leden het woord ontnomen en ik ben heel goed in staat dat te doen. Maar mijn natuurlijke aard is proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. Een vervolgvraag, mevrouw Van Vroonhoven. Afvullend voorzitter, ik ben nieuw in dit huis. Ik zou heel graag van u een voorbeeld willen horen waar u heeft ingegrepen. Om even te proeven van waar die grenzen bij u ligt. De heer Van der Lee. Nou, er is nog niet zo lang geleden een debat geweest met de minister van VWS. Waaruit van de zijde van de fractie van Forum voor Democratie een flinke persoonlijke aanval werd ingezet op de minister. Op zijn persoon en niet op zijn functie. En daar heb ik op ingegrepen. Dank u wel voor die toelichting. Vervolgt uw betoog. Even kijken. Ik heb al heel veel beantwoord namelijk. Er zijn twee kanten aan het houden van de orde in de plenaire zaal. En het is echt niet mijn opvatting dat je alleen maar bezig moet zijn met het gedrag van Kamerleden. De bewindspersonen die hier staan hebben ook een hele belangrijke rol in hoe debatten verlopen. Daar zijn veel vragen over gesteld. Er zijn veel bewindslieden die vaak ook al zelf parlementariër zijn geweest, best wel de trucs kennen en ook wel in staat zijn om soms te vermijden antwoord te geven. En dat hangt samen, daar kan ik zo nog iets over zeggen, over hoe wij interrumperen. Maar ik vind dat je als voorzitter, als een bewindspersoon herhaaldelijk weigert antwoord te geven, daar ook wat van moet zeggen. En ook het kabinet aan moet spreken. Wees transparant, wees open. We hebben ook het recht van vragen als Kamer. Beantwoord ze ook. Maar het hangt ook samen met de manier waarop wij interrumperen. Lange interrupties met meerdere vragen geven bewindslieden de mogelijkheid om selectief te zijn in wat ze beantwoorden. Ook hier is trouwens recent een afspraak over gemaakt dat we bij de commissie van werkwijze gaan kijken naar wat kunnen we doen met het instrument interruptie. Er loopt een experiment in de commissie LNV dat een interruptie die langer dan 30 seconden duurt als 2 interrupties wordt geteld. Dat is een vorm van disciplinering. Misschien is dat een oplossing. Kijk, wat je niet wil is alles in getallen stoppen. Dat we ieder debat, want dat vind ik echt een armoede, een aantal maximum gaan stellen aan de interrupties. Maar daar kunnen we van af als we in staat zijn met elkaar de interrupties veel bondiger te maken en veel scherper te maken. En dan kan het ook sneller en krijgen we ook sneller antwoord. Dat kort ook de tijd van een debat in. Het maakt het levendiger. Dus het is heel goed dat we met elkaar ook specifiek gaan kijken naar interrupties. Dat punt wil ik ook nog even gemaakt hebben.
Ja, er is ook nog wat gezegd over het belang om niet alleen met elkaar hier op een goede manier te discussiëren, maar ook te zorgen dat dit voor Nederland zichtbaar is. Dat debatten gevolgd kunnen worden, live via allerlei digitale mogelijkheden, maar ook op deze tribune. En het komt inderdaad voor dat er zo'n aangelegen punt aan de orde is voor burgers of bedrijven in Nederland, dat zij massaal naar de tribune komen en dan met best opgekropte emoties zitten en die uiten. En ik vind dat daar dat op zekere hoogte ruimte voor moet zijn. Maar daar zit wel een grens aan. Het kan niet zo zijn dat het zo vaak gebeurt dat het debat verstoort. En we moeten daarin echt wel gelijke kappen toepassen. Ongeacht of het nou activisten zijn uit de milieuhoek of boeren die kritisch zijn op het stikstofbeleid. Ja, als er te veel onrust ontstaat op die publieke tribune, kunnen wij niet goed ons werk doen. En het kan ook, dat zal verschillen per Kamerlid, het kan ook intimiderend werken. Omdat je minder fijn voelt om uit te spreken wat je echt vindt. En dat is niet goed, dat is niet gezond. En daar moet een voorzitter op ingrijpen. Wat daarbij wel weer bij hoort, dat we dat gezamenlijk met elkaar doen. Ik kan me herinneren dat tot twee keer toe, nog niet zo lang geleden, bij een stemming onrust was op de publieke tribune. En dat een deel van de Kamer ervoor koos om te applaudisseren voor die mensen die dat deden. Ja, dat is toch een vorm van uitnodiging waarbij je niet wil. En ik denk ook dat het voor die fracties geldt, dat op andere onderwerpen waar zij kritisch op zijn, dat een gewoonte gaat worden in dit huis. Ik heb ook de fractie die het betrof, of een van de fracties die het betrof, daar toen ook op aangesproken. Dus ook daar moeten we met elkaar dit soort grenzen bewaken. En dat kan niet alleen maar worden overgelaten aan de Kamervoorzitter. Maar ik zal daar wel in willen optreden. Dank u wel. Voor u vervolgt. Ik zie mevrouw Van der Voort. Dank u wel. Ik heb daar een aanvullende vraag op, als dat mag. Tuurlijk. Kijk, wij weten hier in de Kamer allemaal een beetje hoe de mores werkt. Hè? Wat een vraaguur is en wat daar het systematiek achter is. En waarom duurt het maar een uur? Waarom zijn er maar drie vragen? Ja. En ik vraag me eigenlijk af, hè, ook bijvoorbeeld wat de heer Van der Lee ook aangeeft, hè, dat het niet de bedoeling is dat de publieke tribune, hè, emoties toont of applaudisseert of met een t-shirt met een bepaalde uiting erop zit. Zou de heer Van Lee het de mogelijkheid vinden om bijvoorbeeld, ik noem even voorbeeld vragenuur bijvoorbeeld, dat er voor het vragenuur door de voorzitter even gewoon duidelijk wordt uitgelegd voor de mensen thuis, wat gaan we hier nou precies doen, waarom zijn er maar drie vragen, zul je elke week moeten doen, tot vervelens toe. Maar je merkt wel dat mensen dat heel erg waarderen en dan ook veel beter snappen waarom iets zo gaat. Daarmee kun je ook de negativiteit op sociale media misschien ietsje dempen, omdat vaak wordt gereageerd uit onwetendheid. En dat is bijvoorbeeld ook een voorbeeld met voor een debat gewoon duidelijk aangeven richting het publiek. Hè, hartstikke welkom, zeker welkom. Echt top om te zien dat de tribune weer vol zit. Mensen zijn betrokken bij de politiek. Maar dat gewoon even uit te leggen dat dat niet de bedoeling is. En ook de reden waarom dat zo is. Dank u wel. Hoe staat de heer Van der Lee daarin? De heer Van der Lee. Nou, ik vind het ook een hele goede suggestie. Ik denk trouwens dat het in sommige gevallen ook al gebeurt. Mevrouw Beckerman noemde het voorbeeld van Groningers die met busladingen vol naar een aantal debatten zijn gekomen. Soms door files te laat waren. Daar is toen rekening mee gehouden. Maar aan het begin van het debat werden de Groningers toegesproken. Ook wel uitgelegd wat de regels zijn. En dan nog is er echt wel enige ruimte om emoties te laten blijken. Of we dat bij ieder debat zouden moeten doen, wordt misschien wat te veel. Maar ik ben zeker bereid op momenten waarop dat verstandig is om even weer wat uitleg te geven. Om mensen mee te nemen, inderdaad, in de best complexe mores die we samen met elkaar hebben ontwikkeld. Een vervolgvraag. Ja, mijn voorkeur zou zijn het gewoon echt bij elk debat even te doen. Maar goed, ik snap ook dat kost ook allemaal weer tijd. Maar ja, mij is er gewoon best wel veel aan gelegen om die burger weer echt wat nog meer te betrekken bij de politiek. Het zou ook bijvoorbeeld in de communicatie uitingen kunnen zijn. Hè? Ik vind bijvoorbeeld dat ik vind dat we veel proactiever als Kamer moeten communiceren wat er dan precies gebeurt. Want je ziet in de vorige periode met de vorige voorzitter, die was soms best wel strikt in te zeggen dank u wel, of wat is uw vraag, dank u wel. Mm. En daar storen heel veel mensen zich aan, wat ik snap, maar dat gaat erom, zoals de heer Van der Lee bijvoorbeeld ook aangeeft, dan is er een interruptie, wat ik nu ook aan het doen ben, van
Een uur ongeveer. Ja. Ik was hem al aan het inhouden, mevrouw van Plas. Ik trek het boetekleed zelf ook aan, hoor. Ja. Maar door dat dus uit te leggen, dan haal je toch heel veel angels misschien ergens uit. Ja, ik snap uw punt en ik neem het mij ook ter harte. Ik zou mevrouw van der Plas ook willen uitnodigen om in de commissie van de werkwijze te gaan. Dan kunnen wij, als ik zou mogen worden verkozen tot voorzitter, u ook vaak over doorspreken. En dan kunt u mij ook teruggeven als u vindt dat ik daar te weinig mee heb gedaan. Tot slot, mevrouw van der Plas. Tot slot, heel kort. Ik ben lid van de commissie van de werkwijze, dus dat doe ik graag. Fantastisch. Nou, dan gaan we elkaar hopelijk zien. Vervolgt uw betoog. Ja, ik denk dat dat het goed is om nu over te stappen naar het vierde blokje. En dat gaat over de organisatie. En voordat ik dat doe, en daar zijn ook vragen over gesteld. En dat kost helaas wat tijd. Moet ik toch even teruggaan naar mijn functie die ik bekleedde voordat ik Kamerlid werd. Ik ben tussen 2009 en januari 2017 acht jaar lid geweest van een vierkoppige raad van bestuur van Oxfam Novib. Oxfam is een confederatie. Het is opgezet oorspronkelijk door zes, een beetje als de Europese Unie, door zes onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties, waarvan Novib, de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand, er één van was. De grootste organisatie zat in Oxford, heette Oxford Famine Relief, Oxfam. Die confederatie heeft afgesproken, we gaan de krachten bundelen om met name richting grote multilaterale organisaties, de VN, de Wereldvoedselorganisatie, de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie, de OECD, de G20, maar ook richting overheden van arme en rijke landen gezamenlijk op te trekken. Die confederatie, toen ik toetrad, bestond uit 20 leden. Ikzelf werd directeur campagnes en was vijf jaar voorzitter van het internationale campagneteam van Oxfam, dat zich richtte op de beleidsbeïnvloeding. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de fondswerving. Maar de bulk van het werk in ontwikkelingsland is humanitaire hulpverlening en structurele ontwikkelingsprojecten met partners in partnerlanden. Daar had ik geen lijnverantwoordelijkheid in. Dat wil ik even duidelijk gezegd hebben. In 2010 is er een enorme aardbeving geweest op Haiti. Met naar schatting 150 tot 200.000 doden. En nog heel veel gewonden. Heel veel mensen dakloos. Dat leidde tot een grote actie in Nederland, Giro 555. Waar Oxfam Novib een van de deelnemende organisaties was. En een verdubbeling van de opbrengsten door de toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking. Waardoor ook de Algemene Rekenkamer werd gevraagd door de Tweede Kamer om toe te zien op de besteding van die middelen. Oxfam Novib, de Nederlandse tak zeg maar, van Oxfam, was niet actief in Latijns-Amerika. Wij werkten vooral in Afrika, nog steeds trouwens. Ik zeg wij, maar Oxfam Novib moet ik zeggen, werkt in Afrika en Azië. Oxfam Groot-Brittannië had veruit de grootste humanitaire capaciteit. Had ook een landenkantoor in Haiti en wist daar snel schaalgrootte te realiseren. Wij hebben de middelen uit de Giro 555-actie en die van de Nederlandse overheid aan Oxfam Groot-Brittannië gegeven onder randvoorwaarden om daar de noodzakelijke hulp te verlenen en aan wederopbouw te doen. Ruim twee jaar na die aardbeving kwam er een melding binnen tijdens een van de best vele directievergaderingen die ik in die tijd heb gehad, dat Oxfam Groot-Brittannië had besloten om een aantal leden van de staf van het Haiti-kantoor te ontslaan. Daar viel een term misconduct in relatie tot corruption en fraud. Dat was wat ons werd medegedeeld. Wij hadden, en ik vermoed dat Oxfam Novib dat nog steeds heet, een fraudeprotocol. Dat werd in gang gezet. Twee maanden later kregen wij bericht dat de Rekenkamer had geconstateerd dat met de Nederlandse middelen geen fraude had plaatsgevonden bij de hulpverlening op Haiti. Daarmee was voor mij op dat moment de zaak afgedaan. Pas jaren later, zes jaar later, toen ik Kamerlid werd, was al een jaar, werd via Britse media bekend dat dat misconduct niet alleen maar in het licht stond van corruptie en fraude, maar dat daar vergaand seksueel grensoverschrijdend gedrag had plaatsgevonden. Althans, dat daar beschuldigingen van waren.
Wat mij toen pas is geworden, is dat Oxfam Groot-Brittannië een rapport had opgesteld waarin die beschuldigingen ook waren opgenomen. Dat rapport is destijds ook ter beschikking gesteld, en dat is allemaal besproken trouwens in de Tweede Kamer in debatten, aan de Rekenkamer en het ministerie. Dat rapport heb ik zelf nooit ontvangen. Ik weet niet waarom. Ik vind ook niet goed dat dat is gebeurd. Maar dat ontsloeg mij niet van de plicht om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Ik was in die periode, net als een minister, bestuurlijk verantwoordelijk, omdat het een collegiaal bestuur is. Dan ben je voor alles verantwoordelijk. Daarom heb ik mij aangesloten bij de verontschuldigingen. Ik heb excuses gemaakt, ook in navolging van Oxfam Novib aan de slachtoffers. En ik heb ook gezegd dat het mij betreurt dat ik destijds niet meer heb doorgevraagd. Dit was 11 jaar geleden, ruim voor MeToo. De aandacht die er nu is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag was het toen niet. Het is bij mij gewoonweg niet opgekomen om die vraag te stellen. En de vraag was in deze zaal, wat heb je daar nou van geleerd? Nou, ik heb ervan geleerd dat je dit soort vragen ook heel nadrukkelijk moet stellen als er gesproken wordt over misdragingen. En ik heb er ook van geleerd dat je ook als je niet bent geïnformeerd, je verantwoordelijk bent. Wat ik betreur, en tot op de dag van vandaag achtervolgt dit verhaal mij, is dat ik dit destijds in 2018 uitvoerig heb verteld. Ook trouwens, sorry voor de anekdote, maar ik werd, dat was toen nog, er gebeurde heel veel. Geen Stijl, Pound, hadden een cameraploeg, die overviel je met draaiende camera's. En ik werd over deze kwestie bevraagd. Ik heb toen op eenzelfde vergelijkbare rustige manier als nu uitgelegd wat er gebeurd is. Al denk ik dat de emotie toen bij mij veel hoger was dan nu, omdat het al een tijd geleden heeft plaatsgevonden. Daar antwoorden op gegeven in lijn met wat ik hier verklaar. Toch zie ik dat er hele andere beschuldigingen aan vastgeknoopt worden. En dat is helaas het lot wat veel van ons hier in de politiek dagelijks meemaken. Daar kan ik niks meer aan veranderen. Ik hoorde trouwens wel van VVD-Kamerleden dat de bewuste video werd gebruikt in interne trainingen in de VVD-fractie. Hoe je moet omgaan met overvallende camera's die over hele gevoelige kwesties bevragen. Dat heb ik gehoord, of het waar is, weet ik niet. Maar ik neem even de tijd om dit goed uit te leggen. Ik loop dus niet weg voor de verantwoordelijkheid die ik droeg omdat ik bestuurder was in die tijd. Maar ik heb op geen enkele manier meegewerkt aan een doofpot, omdat ik helemaal de feiten niet kende die dan in die doofpot hadden moeten zitten. Goed, ik hoop dat ik nu voor eens en altijd hier voldoende tekst en uitleg over heb gegeven. Ik zie geen interrupties op dit punt, dus ik zou zeggen, dank, volgt u betoog. Ja, want dan wil ik graag overstappen naar de mensen. Ik heb dus inderdaad 8 jaar medeleiding gegeven aan een organisatie met rond 625, 630 mensen in die tijd. Ik geloof dat de laatste stand, tenminste die ik in een overzicht heb gezien, is dat de Kamer 712 mensen in dienst heeft. Maar dat verandert natuurlijk per week, want er zijn mensen die vertrekken, mensen die bijkomen. Maar ik wil wel één misverstand rechtzetten. Er wordt door meerdere leden gezegd dat de Kamervoorzitter de baas is van de medewerkers. Dat is echt niet zo. We hebben bepaald in het reglement van orde dat de G4 de baas is van de organisatie. In arbeidsrechtelijke zin alle besluiten neemt over de organisatie. Het presidium heeft een beperkte bevoegdheid, namelijk bij het benoemen van de G4, waar we volgende week hopelijk met steun van de Kamer ook een nieuwe G4 hebben, en als het gaat om nieuwe leden in de topstructuur en het management, directeuren. Er zit een hele nadrukkelijke scheiding in rollen en verantwoordelijkheden. Dus het presidium heeft meer een toezichthoudende rol op de wijze waarop de G4 de organisatie aanstuurt. En je kunt meedenken, je kunt wensen van de Kamer overdragen. Je kunt ook in gesprek gaan als de G4 denkt dat het verstandig is met delen van de organisatie. Maar je bent niet zelf de aansturende partij. En deze rol van toezichthouder heb ik ook vervuld in Oxfam Zweden. Daar was ik voorzitter van de Raad van Toezicht en had ik een lijn verantwoordelijkheid toen. Dat was wat anders met de G4, voor de secretaris-generaal daar, die de organisatie aanstuurde. Dus ook daar heb ik ervaring mee. Tegelijkertijd denk ik dat, omdat ik managementervaringen heb, die had ik ook opgedaan in die vele jaren bij de GroenLinks-fractie,
dat ik ook wel weet hoe je met mensen omgegaan. En ik hoop met in wisselwerking met de griffier, kijk nu naar de huidige griffier, maar straks ook de nieuwe, samen met hem de organisatie weer wat rust kan bieden. De afgelopen jaren zijn alle organisatieonderdelen herijkt. Dat is eigenlijk een soort eufemisme voor gereorganiseerd. Het is ook een roerige tijd geweest, dus er is rust nodig, maar ook aandacht en ook voor moeilijke onderwerpen. Een van de ervaringen die ik vroeger heb gedaan is als het gaat om grensoverschrijdend gedrag en echt niet alleen van seksuele aard, maar in brede zin, dat het heel belangrijk is om niet alleen met papieren beleidsnota's te werken en mensen te zeggen in abstracte zin je moet dit of dat doen, maar ook in de praktijk met elkaar die te bespreken. Wat heel goed werkt is acteurs inhuren die een scène naspelen en dan, dat kun je eerst met managers doen of later met je team bespreken, wat vond jij nou wel en niet acceptabel? En wat vind je nou wel en niet de gepaste reactie? Dat soort zaken, denk ik, is goed om ook in de Tweede Kamer toe te passen. Dank u wel. En heeft u een interruptie van mevrouw Van Vroonhoven? Ja, voorzitter, ik wil heel even terug naar de tandem met de griffier. Straks met de nieuwe griffier. Onze fractie heeft het verbaasd dat we de volgorde hadden dat we eerst een nieuwe griffier hebben aangesteld en dat we daarna pas de Kamervoorzitter met elkaar gingen kiezen. En we zouden zeggen, je kiest eerst een Kamervoorzitter en daar zoek je dan een griffier bij en dan zorg je ervoor dat die twee ook klikken. Mag ik u vragen, ook om onszelf ook ervan te gewissen, dat het gaat klikken tussen u en de nieuwe griffier. Dat u vanuit het presidium gesprekken heeft gehad en dat u inderdaad ook volmondig kan zeggen, ik kan met deze man goed samenwerken. Jazeker, volmondig. De reden voor de volgorde is, ik ga het toch zeggen, ik zie de griffier zitten. We hebben al heel lang een beroep op hem gedaan. En hij terecht mag ook van zijn pensioen genieten. En het was broodnodig dat we een geschikte opvolger zouden vinden. En dat hebben we in gezamenlijkheid met het presidium besloten. Dank u wel. Vervolgde uw betoog. Waar bij organisatie nog, hè? Ja. Ik denk dat ik op dit moment, tenzij er nog sprake over zijn, genoeg heb gezegd over mensen als het gaat om de organisatie. Ik zou ook nog wat willen zeggen over de middelen. Ik heb inderdaad in de brief een aantal dingen, eigenlijk maar één zin opgenomen over dat mijn grote wens is dat we toch echt op digitalisering een forse slag slaan. En een van de leden gaf al aan de ervaring met je werkstation in de ochtend. Ik weet dat er loopt een langjarig programma, hè, om hier de kwaliteit te verbeteren. We zien wel dat het best wel wat traag gaat. Dus ik zou graag zien dat we een inhaalslag doen daar waar nodig met nieuwe apparatuur. Met hele actuele software, maar dat we ook nog in, en dat kan in app-vorm, ik geloof ook al dat er een concept is, dat we nog makkelijker de beschikking krijgen over relevante stukken voor het onderwerp wat we bespreken. We hebben systemen, maar die zijn niet super gebruiksvriendelijk en het is vaak heel moeilijk om tijdens het debat bij je stukken te kunnen. Ook daar zou ik er graag een verbeterslag in willen maken. Wat daarnaast ook mee verband houdt, is de discussie over, moeten we niet op nog meer vormen van digitaal werken overgaan? Op afstand vergaderen, digitaal stemmen, digitaal quorum als er een noodsituatie is. Daar wordt trouwens een plan voor gemaakt, mocht zich een noodsituatie voordoen, dat we in staat zijn om een aantal digitale oplossingen te bieden die we tijdens corona gewoon niet konden realiseren. Ook op dat terrein zou ik graag een aantal additionele stappen willen zetten. Waarbij ik het wel belangrijk vind dat als het gaat om echte vergaderingen waar besluiten worden genomen, we dat wel doen in fysieke aanwezigheid van elkaar. Want het is toch belangrijk dat je niet alleen hoort wat iemand zegt, maar dat je iemand aan kunt kijken, dat je de non-verbale communicatie goed meekrijgt. Dat komt echt het debat ten goede. En op afstand zie ik dat toch minder makkelijk gebeuren. En over afstand gesproken, ik zou toejuichen als de Kamer, en niet voor reguliere vergaderingen, want dat is lastig voor de ondersteuning en het primaire proces, maar voor extra activiteiten, hoorzittingen, ronde tafelgesprekken, werkbezoeken, wat vaker op locatie in het land activiteiten zelf initieert. Dat hebben we gedaan met de Groningen, de vaste Kamercommissie, we hebben het als enquêtecommissie gedaan. Ik vind het ook heel goed dat de heer Veilbrief als staatssecretaris veel aanwezig is in dat gebied. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. En wat mij betreft wil ik dat faciliteren, voor zover ik dat kan, in de rol van voorzitter als mij die kans gaat bieden. Daarmee denk ik dat ik toe kan.
naar het volgende onderwerp. Dat ging over de internationale delegaties. Wat u heeft kunnen afleiden uit wat ik verteld heb over mijn Oxfam-periode. Ik heb internationale betrekkingen gestudeerd. Ik heb jarenlang in een Engelstalige organisatie gefunctioneerd. Ik ben op veel onderwerpen woordvoerder geweest in dit huis, maar ook op buitenlandse zaken, Europese zaken, buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking. Vaak al werkbezoeken afgelegd, delegaties ontvangen. En ik denk dat ik heel goed in staat ben, ook in andere talen, dat in de rol van Kamervoorzitter te doen. Ik denk niet dat er... ik moet één uitzondering maken. En die functie ga ik ook onmiddellijk neerleggen. Ik ben lid van de Interparlementaire Alliantie over China. Dat is een groep van parlementariërs wereldwijd die in het geweer komen als er mensenrechten schendingen plaatsvinden in China. Ik ga dat natuurlijk verlaten op het moment dat ik voorzitter ben. Maar het kan zijn dat de Chinese overheid mij niet welkom heet. Maar dat weet ik niet zeker. Voor u vervolgt, zie de heer Ergin naar voren komen namens Denk voor een interruptie. Ja, voorzitter, de heer Van der Lee heeft aangegeven op de vraag over diversiteit en inclusiviteit in de organisatie dat de Kamervoorzitter geen personeel aanneemt, dat die rol ergens anders is belegd. Ja. Maar ik weet toevallig van de vorige voorzitter en de voorzitter daarvoor dat die voorzitters het wel belangrijk vonden en daarmee aan de slag zijn gegaan, op zijn minst in de stimulerende rol. En ik zou aan de heer Van der Lee willen vragen of hij die stimulerende rol ook voor zichzelf ziet zitten, mocht hij gekozen worden door de Kamer. Heel graag. En fijn dat u die vraag stelt. Ik had hem over het hoofd gezien. Ik ben echt een aanhanger van diversiteit. Ik denk dat een organisatie heel veel te winnen heeft bij diversiteit. Ook veel aantrekkelijker is als werkgever. En ook wij als Kamer hebben het probleem dat we voor cruciale functies geen mensen kunnen werven. We zitten op 1,5 keer de roemernorm, omdat het ons niet lukt mensen vast in dienst te nemen. En de Nederlandse samenleving wordt steeds diverser. Dat moet zich ook vertalen in alle lagen van de organisatie van de Kamer. En dat is ook een verrijking van de Kamer. Dank u wel. Er zijn nog een paar persoonlijke vragen gesteld en dan doe ik een afronding. Ook dit is echt een stap terug in de tijd, maar de vraag is gesteld, dus ik zal hem toch even moeten beantwoorden. Naar aanleiding van de gruwelijke moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002. Ja, en ook hier wil ik dan toch, sorry dat het tijd kost, om even uit te leggen wat mijn rol, er is helemaal geen rol van mij geweest, maar hoe ik dat heb beleefd. En ik werkte toen voor Paul Rozemuller, die toen lijsttrekker was. En ik wil toch even benoemen dat de relatie tussen de heer Rozemuller en Fortuyn niet in debat per se, want ze hadden best wel een confrontatie, maar ze voerden allebei oppositie tegen Paars, dat zij elkaar al jaren kenden uit Rotterdam. Heel goed persoonlijk contact hadden. De dag voor de moord was het klassieke Radio 1 lijsttrekkersdebat bij Dudok Binnenhof. We hebben toen nog met de heer Fortuyn nagesproken op de redactieburelen van de NOS. En ik weet nog heel goed dat hij helemaal vol was van dat wat hij had losgemaakt. Van de nieuwe partij, de LPF, die hij aan het vormen was. Hij vond het spannend, maar hij zei ook, ik zit op een tijger. Ik zit op een tijger. Meerdere keren. Wat aangaf dat hij onder hoge druk stond en ook wel gespannen was over wat gaat dit brengen, wat kan hij met zijn beweging doen. De dag daarop waren wij aan het eind van de dag in Enschede bij Tudantia. Ik zie de heer Timmermans zitten, maar ook de heer Omtzigt heeft ook in deze campagne een bezoek gebracht aan Tudantia. We nodigden de lijsttrekkers uit, interview, voorspelling van de zetels en een coalitievorming. Na dat interview zouden wij naar een campagnebijeenkomst gaan in Enschede. En toen wij daar net arriveerden, werd ik gebeld door een journalist van het Mediapark dat de heer Fortuyn was neergeschoten na een radio-interview. Bij ons tot een enorme schok. En eerlijk gezegd een beetje vergelijkbaar met de schok die we 8 maanden daarvoor hadden, toen we hier in dit huis zagen hoe een vliegtuig de tweede Twin Tower binnenvloog. Toen wisten we nog niet dat de heer Fortuyn was overleden. Dat werd iets later bekend. We hebben toen besloten, we stoppen met de campagne. We stappen in de auto, we gaan richting het Binnenhof. We hebben in die autorit met andere lijsttrekkers contact gezocht, met andere campagneteams.
Alle lijsttrekkers hebben de campagne stilgelegd, zijn naar Den Haag gereden. Toen wij hier in het donker aankwamen, stond er een hele grote boze mensenmassa op het plein. Bijna alle ruiten van koloniën waren ingegooid. De plek waar de PvdA toen kantoor hield. Er waren molotov cocktails of brandende dingen in de parkeergarage gegooid. Auto's stonden in brand. Wij kwamen bij elkaar op de gang van de voorzitter. In het oudste deel van de kamer, in het hart van het gebouw. Eén voor één kwamen lijsttrekkers met hun medewerkers binnen. Veiliging erbij, politie erbij. Grote zorgen over de veiligheid van lijsttrekkers. De dienst die de Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging tot zich neemt, was klein. Had weinig materieel, weinig mankracht. We hebben uren doorgebracht op die gang. Ik ben platgebeld door journalisten. Die wilden weten, wat is er gebeurd? Wat weten jullie? Wat gaat er gebeuren? Wordt de campagne stilgelegd? Hoe moet dit verder? En ergens in die avond ben ik ook door een journalist in mijn herinnering gebeld. Want er was veel speculatie. Wie is de dader? Was het een jihadist? Had het een andere herkomst? Toen heeft mij iemand gezegd, ja, er zijn aanwijzingen dat dit mogelijk een milieuactivist is. En dat heb ik toen met mijn lijsttrekker besproken. En hij heeft dat opgeschreven in zijn biografie, dat ik geloof 1,5 jaar later door hem is geschreven. Dat is wat ik daarover heb te vertellen. Voorzitter, dank u wel en dank voor dit antwoord. Want ik was diezelfde avond, ik herinner me vele zaken die u heeft verteld net natuurlijk ook nog heel goed. Wij zaten met de LPF die avond in de Kubus in Rotterdam en ik denk dat we rond 9:00 s'avonds de melding kregen dat het Volkert van der Graaf was met de melding erbij dat het een dierenactivist was. Maar dat was later in de avond toen het in ieder geval rondging zingen. De gedachte was hierbij, wat ik gisteren begreep, is dat u dat eerder op de avond heeft begrepen en dan was de vraag van wie. Maar ik begrijp nu dat de heer Van der Lee dat dus ook misschien net als meer mensen uit de media te horen heeft gekregen. Blijkbaar door, ik denk dat het destijds de heer Borges was uit Wageningen, waardoor het verhaal is gelekt, want dat zou de enige bron dan kunnen zijn. Maar dan stellen we dat vast, dan is dat ook opgehelderd dat u dat op diezelfde manier heeft gehoord als wij. Dank voor dit antwoord. Doe even voor de handelingen, omdat dan niet vast ligt dat u geknikt heeft, dat u daarin... Ja, instemmend geknipt. Ja. En dank daarvoor ook. Ik kan bijna toe naar mijn afronding. Er zijn nog een paar vragen gesteld of ik zou willen stoppen met social media. Ik zal in ieder geval stoppen met iedere boodschap die mijn politieke voorkeur zou kunnen verraden. Ik moet er nog even over nadenken of dat betekent dat ik mijn hele huidige account schrap en de nieuwe accounts zou schappen. Kamervoorzitter, mocht u mij die kans bieden. Want ik denk wel dat het goed is dat ook de Kamervoorzitter, zo indachtig de woorden van mevrouw Van der Plas, aanwezig is om uitleg te geven over het werk wat u als Kamer doet. Even kijken. De positieve eigenschappen van de heer Bosma. Nou, die zijn door meerdere sprekers al benoemd en daar kan ik me eigenlijk wel bij aansluiten. Hij heeft een ongekend vermogen om ad rem te zijn. Hij kan ook goede grappen maken. Ik moet zeggen dat ze, hij zei zelf verkeerde. Dat kan ik ook beamen. Hij kan ook goed op de klok vergaderingen leiden. Dus het kost mij geen moeite om complimenten te geven aan de heer Bosma. En op andere delen heeft u vragen gesteld en die gaat hij beantwoorden. En de vraag was ook nog van mevrouw Van der Plas. Ja, zou er iets kunnen zijn waardoor u op de heer Bosma zou kunnen stemmen? Daar heb ik toch even over nagedacht. En kijk, ik ben echt wel een democraat in hart en nieren. Als de heer Bosma de enige kandidaat zou zijn geweest, had ik voor hem als voorzitterskandidaat voor de Tweede Kamer gestemd. Daarmee afsluitend. Voor u tot uw slotwoord komt, want ik denk dat... Ik zou het slotwoord wel echt aan u dan willen laten in deze procedure, maar u heeft nog wat interrupties. Ik zag mevrouw Van Vroonhoven al opveren, dus die geef ik als eerste dan het woord en dan mevrouw Van der Plas. Ja, dank u wel. Als de heer Van der Lee nu tot het slotwoord komt, heb ik eigenlijk een heel belangrijk antwoord van de heer Van der Lee nog niet gehoord. En dat gaat over de kwestie Ariep. Ik zou heel graag van u willen horen hoe u deze kwestie verder gaat aanvliegen, hoe u dat gaat oplossen en of u bereid bent om de juridische advies ook aan de Kamerleden ter inzage te geven. Ja, sorry dat ik die vraag, en die is belangrijk, dat onderken ik. Dus het was echt geen bewuste strategie om die niet te beantwoorden. Nee, sorry.
Maar dat is het mooie van dat u een interruptie kunt plaatsen. Kijk, ik ga daar het volgende over zeggen. Wij, en dan kijk ik even naar de voorzitter en naar mijn medekandidaat en ik, zijn alle drie lid van het presidium. Wij hebben gezien dat het presidium eendrachtig in deze kwestie is opgetreden. Ik spreek niet nu namens het presidium. Ik denk ook niet dat dat de rol is die ik hier nu moet innemen. Ik wou er ook op wijzen dat dat voor mij in die zin wat lastiger is, dat ik bij de beginfase van dit onderwerp niet in het presidium actief was, omdat ik van juni 2022 tot en met oktober 2022 meer dan voltijds bezig was met openbare verhoren in het kader van de enquête naar de aardgaswinning in Groningen. Dat neemt niet weg dat ik daarna weer presidiumlid ben geworden en dat ik ook volledige verantwoordelijkheid neem voor de stappen die het presidium heeft gezet. Ik maak ook de opmerking dat mevrouw Ariep ervoor gekozen heeft om ook een juridische route te bewandelen en loopt een bodemprocedure. En ook dat maakt dat ik niet vrijuit nu diep in kan gaan op dit onderwerp. Ik wil wel zeggen dat op het moment dat u mij verkiest tot voorzitter, ik natuurlijk wel namens het presidium de discussie daarover verder met de Kamer zal aangaan. Zowel over de brieven die het presidium heeft geschreven als het gaat om vervolgstappen, nazorg, gedragscode, verduidelijking van de governance. Wie heeft nou welke rol in welke situatie? Die discussie zal ik natuurlijk aangaan. Als het gaat om de transparantie, staat er ook in de brief van het presidium dat op dit moment onderzocht wordt wat daarop mogelijk is. En ook hier moet ik zuiver zijn en zeggen dat u moet niet van het presidium, u moet niks. Het presidium is eraan gehouden om geen onrechtmatige stappen te doen. Het gaat om deze kwestie om meerdere mensen die met naam en toenaam bekend zijn in vertrouwelijke stukken, maar niet publiek. En dat betekent dat niet de stap naar openbaarmaking niet zomaar gezet kan worden. Maar het presidium heeft opgeschreven dat het onderzoekt wat daarop mogelijk is. En bereid is om daar zoveel mogelijk op te doen. Vervolgvraag. Ik weet niet of ik dat helemaal met de heer Van der Lee eens ben. U bent, als u straks in die positie zit, dan kunt u de boel ook op een andere manier aanvliegen. Het hoeft niet te betekenen dat je per se die bodemprocedure helemaal nu verder af moet lopen. U kan ook een stapje in de richting naar elkaar toe doen. Dus mijn vraag is nogmaals, bent u bereid, als u straks daar zit, om de juridische adviezen die nu voorliggen ook aan de Kamerleden ter inzage te leggen? Ja, maar dan vraagt u mij toch iets te doen in een rol die ik nog niet heb. En dat ga ik nu niet doen. Als u mij in die rol verkiest straks, dan kunnen we daar op een ander moment over doorpraten. Maar daar ga ik nu geen antwoord op geven. Tot slot dit punt, mevrouw Van Vroonhoven. Goed, ik wil alleen maar zeggen dat ik dezelfde vraag aan de heer Bosma ga stellen. Dus kan hij zich wat voorbereiden op. Kijk eens aan. Ik zie mevrouw Beckerman nog staan. En ik zie ook de heer Seder aankomen. Mevrouw Beckerman, SP. Dank u wel. Dank aan de heer Van der Lee ook voor zijn uitgebreide reflectie op een tal van onderwerpen, op de rol van de Kamer, op zijn eigen rol in het verleden. En voorzitter, ik denk dat het gedonder wat we hier gehad hebben, dat iedereen dat ook zat is, maar ook dat we zelf ook het idee hebben, we willen het vertrouwen in de democratie vergroten. En daar hoort natuurlijk ook de interne organisatie bij. Zou de heer Van der Lee nog kunnen reageren op de vragen die gesteld zijn over het onderzoek van de Universiteit Utrecht? Het integriteitsonderzoek waarin toch ook nog een aantal aanbevelingen staan, maar toch ook wel een aantal, laten we het even aandachtspunten noemen, dat lijkt me eufemistisch. Heer Van der Lee. Ja, ik had dat al enigszins geprobeerd, maar ik kan het nog misschien iets beter verduidelijken. Het is heel goed dat er onderzoek is gedaan. Ik vind ook dat het regelmatig moet gebeuren, omdat je ook moet opvolgen de beleidsstappen die je zet. En er zijn er een aantal gezet. Er wordt ook meer aandacht voor gevraagd. Er is ook een functionaris aangesteld. Ik heb zelf gesuggereerd dat ik ook met bepaalde vormen van trainingen, situaties door acteurs nagespeeld, zou willen inzetten als de griffier dat ook een goed idee zou vinden. Omdat dat vaak nog effectiever is dan beleid op papier. En er zijn andere manieren nog om meer aandacht te besteden aan dit onderwerp.
Dat is wel een getrapte manier van werken, want je moet het management daarin meenemen, maar de managers ook weer in staat stellen om hun teams daarin mee te nemen. Zeker, ik vind dat een belangrijk onderwerp. En dan zou ik in samenspraak en samenwerking met de G4 graag verdere stappen op willen zetten. Dank u wel. Dan tot slot de heer Seder namens de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil de heer Van der Lee bedanken voor het beantwoorden van de vragen. Ik miste nog één en dat had te maken met wetgevingswoensdag. Ja. Oh. Dat was een advies van de heer Van der Staaij, ook een belangrijke voor ons. Want we zien dat dat onder sneeuw dreigt te raken. En terwijl we het wel belangrijk vinden, is gewoon een van onze kerntaken. Dus mijn vraag aan u concreet, dat had ik al gesteld, maar zal ik nogmaals is, bent u van plan als voorzitter om woensdag, wetgevingsdag, te hanteren en ook strak te bewaken? Volmondig ja. En ik denk dat we misschien nog wel meer tijd nodig hebben dan alleen een woensdag om wetgeving te behandelen. Maar ook dat hangt weer af van de cyclus van een kabinet. In het begin zijn er vaak wat minder wetten. En daarom kwam ik met het idee over af en toe een strategische regeling van werkzaamheden. Om ook te zorgen dat we op goede momenten in het jaar ook misschien nog veel meer ruimte voor wetgeving creëren dan we nu hebben. Vervolgvraag. Dank u wel, dat is fijn om te horen. Dit hangt natuurlijk samen met dat het niet altijd mogelijk is om woensdag wetgevingsdag te hebben. Ja. Wat we gewoon heel veel debatten aanvragen hier. Ik heb net gerefereerd aan soms een politiek theater dat we op heel veel actualiteiten springen. Dat is een goed recht van elke fractie. Maar ik heb ook het gevoel dat de regeling van werkzaamheden die we hier normaliter op dinsdag hebben, dat soms ook niet goed begrepen wordt wat daar het doel van is. En dat of je iets plenair wil doen of in een commissiezaal niet betekent of u voor of tegen het behandelen van de onderwerpen bent. Ja. Ik vraag me af welke rol u voor uzelf daarin ook als voorzitter ziet, omdat in sommige kringen sta ik inmiddels bekend als de heer Don geen steun Seder. Ja. Maar dat heeft ermee te maken omdat wij juist die wetgevingswoensdag willen bewaken en debatten die we wel willen behandelen, maar ook in een commissie kunnen, wij daar ook zuiver in willen zijn. Maar ziet u daar een rol in, niet alleen voor de fracties, maar ook voor de voorzitter, om dat richting het volk, maar ook hier binnen de Kamer, enigszins de hygiëne te bewaren? Ik vind het heel belangrijk dat het werk in de commissies nog zwaarder gaat tellen ten opzichte van het plenaire werk. Dat was ook een hele belangrijke rode draad in de herziening van het reglement van orde na 25 jaar. Ook een belangrijk element in het werk van de commissie die de functies van de Kamer wil versterken. Kijk, we weten met elkaar ook wel de spelregels, maar desondanks vinden we het toch soms fijn om elkaar, ondanks kennis van de spelregels, een beetje terecht te wijzen. Ja, ik vind niet dat een voorzitter daar voortdurend in moet interveneren. Ik vind wel, en daarom denk ik dat we meer structuur moeten brengen in de lange termijn agenda, bijvoorbeeld met die strategische regeling van werkzaamheden, om te zorgen dat we debatten, ook minderheidsdebatten, goed inplannen. We hebben ook gezien, vorige week was het volgens mij dat mevrouw Agema een hele serie debatten heeft teruggebracht tot een beperkt aantal meerderheidsdebatten. Nou, dat is precies een manier hoe je met elkaar ook op de langere termijn recht kunt doen aan belangrijke onderwerpen. Dank u wel. Dan is toch ook mevrouw Michon Derksen nog naar voren gesneld om een vraag te stellen namens de VVD. Dank u wel, voorzitter. Want onderwerp wil ik nog graag wat helderheid over. En u had, meneer Van der Lee, het over die rollen en bevoegdheden ook in zijn brief. En hij zei in zijn beantwoording al iets over de verhouding tussen de voorzitter, G4 en ook het presidium. Ja. Maar ik ben zo benieuwd hoe de heer Van der Lee hoe aankijkt. We doen het volgens mij vandaag ook weer via de voorzitter. Zeker. Hoe de heer Van der Lee aankijkt tegen de rol van de voorzitter richting fracties. En dan heb ik als twee voorbeelden genoemd in mijn bijdrage. Dat gaat bijvoorbeeld over sociale veiligheid. Hoe ver reikt eigenlijk ook de verantwoordelijkheid van de Kamer voor een sociale werkplek? Dat geldt zeker voor de ambtelijke organisatie, maar geldt dat ook voor de fracties? Daar hoor ik u graag over, want het gaat over rollen. En het geldt ook voor de regels die we hier met elkaar hebben afgesproken, waar het gaat om die neveninkomsten of nevenactiviteiten of neveninkomsten, waar we afspraken van maken en die vervolgens niet door iedereen worden nageleefd. En hoe ziet de heer Van der Lee, hoe ziet u dan uw rol daarin? Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want dat zijn dan juist de zaken waar het gaat knellen. Ja. Dank u wel. Voor ik u het woord geef, nog een verzoek aan de leden. Het begint een beetje groezemoeg te worden. En ik vind het toch ook wel belangrijk dat de heer Van der Lee in zijn beantwoording op deze interruptie, maar zeker voor zijn slotwoord, wel eventjes de gelegenheid krijgt om ook in alle rust dat te kunnen doen. De heer Van der Lee.
Ja, dank voor deze vraag. Ik had volgens mij ook in de brief aangegeven dat ik dat heel graag, als het gaat om de werkomgeving, die moet veilig zijn, maar die moet ook uitdagend zijn, productief zijn, heel graag in dit bedrijfsverzamelgebouw, want dat zijn we ook, samenwerken met andere werkgevers, namelijk de fracties of de stichtingsbesturen waarin het fractiepersoneel in dienst is. Tegelijkertijd zit daar wel een verschil in verantwoordelijkheid en rollen. Dus dat betekent ook dat fracties bereid moeten zijn, stichtingsbesturen, om daar aan mee te werken. We hebben als presidium voorgesteld in de laatste brief waar we het net over hadden, om ook te kijken naar een gedragscode als het gaat om de omgang van Kamerleden met het Kamerpersoneel. Dat is op dit moment een lacune in de regels die er bestaan. Het zou goed zijn om ook die lacune op te vullen. Maar ook dat kan alleen met instemming van de Kamer en kan via de Commissie van de Werkwijze besproken worden. En het laatste element, ik ben even kwijt wat ik daar nog... Je had nog een element, ben ik nu toch even kwijt. Mevrouw Michonder. Ik was er lekker bezig, maar... Die neveninkomsten, ja. Nevenactiviteit. Nevenfuncties, register, alle registers, ja. Nou, ook hier hebben we, en ik zat toevallig in de Commissie Integriteit voor de werkgroep, moet ik zeggen, die in navolging van adviezen van Greco gewerkt heeft aan toch het aanscherpen van de regels. Er is ook een college dat beoordeelt als er klachten worden ingediend over het niet invullen van de registers. Dat is een regeling die we gezamenlijk hebben opgezet. Daar zit ook een beperkt aantal sanctiemogelijkheden in. Dat is het instrumentarium dat we nu hebben. Ik vind het prima om ook in de komende periode te bekijken, is dit afdoende? Werkt dit? Moet dit veranderd worden? Eventueel met behulp van een andere werkgroep of via de Commissie van de Werkwijze. Om te kijken, zijn er verbeteringen mogelijk? Maar ook hier geldt wel dat daar altijd beperkingen aan zullen zitten in termen van bevoegdheden om zittende Kamerleden in gevolge van de kieswet te grote sancties op te leggen. Dat is nou eenmaal zo. Dank u wel. Dan zie ik geen interrupties meer. Dus dan geef ik u het laatste woord. En dan ook even in het kader van de verwachtingmanagement, omdat ik inderdaad wat heen en weer gelopen zag, ga ik daarna even 5 minuten schorsen. Dan kan de heer Bosma ook even zich de papieren bij elkaar verzamelen en dan zijn inbreng doen. De heer Van der Lee. Ja, ik zal het nu proberen echt kort te houden. Ik hoop u ervan te overtuigd te hebben dat ik in staat ben om een voorzitter te zijn voor alle leden, maar ook voor alle Nederlanders die door deze leden worden vertegenwoordigd. Ik heb dat in andere rollen laten zien. Ik denk dat ik dat ook kan doen in de rol van Kamervoorzitter. Daarbij zal ieder Kamerlid mij even lief zijn. Ik zal ook afzien van partijpolitieke uitingen die mijn voorkeur of achtergrond verraden. En ik denk ook dat het in deze tijd heel goed is als er vanuit de ene grootste partij in dit huis ook een voorzitter zou worden geleverd. Ik heb geen uitgesproken opvatting over de Kamervoorzitter moet altijd uit de oppositie of altijd uit de coalitie komen. Mijn fractie heeft ook niet voor dat soort voorstellen gestemd. En ik denk als ik een positie over zou moeten innemen, zou vinden dat het ook niet verstandig is. Ik vind niet dat wij de wijze waarop wij onze voorzitter benoemen moeten laten afhangen van welk kabinet er zit. En er zit nu een demissionair kabinet, maar de coalitie daaronder bestaat niet meer. Dus we zitten natuurlijk nu in een tussenfase. En dat is hoe ik er zelf naar kijk. En ik hoop afdoende alle vragen te hebben beantwoord in deze openbare sollicitatiecommissie of dit gesprek. En mochten er nog vragen zijn, dan kan dat niet meer. Want ik geloof dat hierna de heer Bosma aan het woord is en gestemd gaat worden. Zeker. Dus, hartelijk dank. En ik wens de heer Bosma nogmaals ook succes met zijn beantwoording. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Lee. Dan schors ik, zoals aangekondigd, even voor 5 minuten. En dan wil ik om 4 uur weer starten. En dan krijgt de heer Bosma het woord.
voordat de heer Bosma weer wegloopt, heropen ik snel de vergadering. Want we hebben hem toch echt nodig voor dit deel van deze vergadering. Ik wacht heel even tot de media ook de zaal heeft verlaten, of de pers, en de leden hun plek weer hebben ingenomen. En nu dat het geval is, geef ik de heer Bosma het woord om de aan hem gestelde vragen te beantwoorden en zijn kandidatuur nader te motiveren. De heer Bosma. Voorzitter, dank u wel. Wat ben ik jaloers op Tom van der Lee, want die is al naar de tandarts geweest en ik moet nog. Fijn dat ik hier mag zijn op de meest openbare en meest transparante sollicitatieprocedure van Nederland, volgens mij, live op alle zenders. Compliment aan u natuurlijk, mevrouw de voorzitter, voor de geweldige manier waarop u deze dagen tijdelijk voorzitter bent. Woord van welkom aan onze nieuwe collega, de heer Ergen, met zijn medespeech. Heeft hij geweldig gedaan. Is een groot talent, gaan we veel van horen. Natuurlijk complimenten voor de heer Van der Lee. Inderdaad, wij zijn in dezelfde maand geboren. Ik heb 1 week voorsprong op de heer Van der Lee. En we zijn inderdaad beide het product van de faculteit Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Waarmee maar weer eens bewezen is dat het ondergaan van marxistische indoctrinatie niet noodzakelijkerwijs het einde van je carrière hoeft te betekenen. Dus er is nog hoop voor heel veel mensen. Voorzitter, ik zal ingaan op diverse elementen van de profielschets. Ik zal enkele staatsrechtelijke punten aanstippen. Ik ga zoveel mogelijk vragen beantwoorden. De eerste keer dat ik solliciteerde, want dit is niet de eerste keer, werd het nachtwerk. En toen sprak de heer Pechtold van D66 de historische woorden. Ja, het is wel leuk dat al die vragen gesteld werden. Maar het was toch niet de bedoeling dat ze ook allemaal beantwoord werden? Het is blijkbaar toch gebeurd. Dat zal ik allemaal doen. En ondertussen zal ik ook nog een kort pleidooi houden voor de invoering van de guillotine hier in de plenaire zaal. Voorzitter, ja, het is natuurlijk een wonderbaarlijk instituut waar wij lid van mogen zijn. En dat moet ons met enorme dankbaarheid vervullen. En ook een gevoel van eigenlijk nederigheid. Wie zijn wij dat we dit mogen doen? Dit instituut met zijn ongelofelijke geschiedenis, met zijn ongelofelijke rol in het Nederlands staatsrecht, in de Nederlandse democratie. Maar eigenlijk nog meer, wie zijn wij dat we dit mogen doen? En dat we beslissingen mogen nemen die invloed hebben op de levens van miljoenen mensen. En wij zijn met z'n 150'en en we zijn alle onvolkomen mensen. We doen ons best, maar we kunnen niet alles weten. En we zijn ook het slachtoffer van modes en dingen die gezegd worden. En we zetten ons beste beentje voort. En heel vaak maken we er ook gewoon een bende van. Heel vaak nemen we de verkeerde beslissingen. We stonden erbij en we keken naar, we bedoelden het goed. Maar het heeft verkeerd uitgepakt. We hebben het afgelopen jaren op heel veel vlakken gezien. Er zijn eigenlijk twee punten die een enorme betekenis hebben voor mij hier. Het ene punt is het boek dat hier ligt, beneden in de Statenpassage, waar elke dag een bladzij wordt omgeslagen. En in dat boek staan de namen van de oorlogsslachtoffers. En er is een ander punt dat ik mis. Dat was een heel bijzonder punt op het Binnenhof, namelijk de Handelingenkamer. En dat is voor de mensen die er nooit geweest zijn, gewoon een kamer met boekenrekken. En er staan gewoon boeken. En wat zijn die boeken? Dat zijn de handelingen. Dat zijn gewoon de notulen. Dat zijn wat wij de afgelopen eeuwen hebben besproken. En ik ben op heel veel oorlogsmonumenten geweest, maar wat me altijd ongelooflijk ontroerde, was die lege plank. Was van die jaren dat we er niet waren, dat we niet mochten vergaderen, dat er geen echte Tweede Kamer was. Het gebouw stond er, maar er was geen Tweede Kamer. Die plekken herinneren aan onze plek in de geschiedenis. En daar moeten we ons van bewust zijn. Dat zijn we vaak niet meer. Dit gebouw nodigt ook niet echt uit om te reflecteren op een historische rol, maar toch is hij er. En dat moet ons elke dag, ik loop een kleine 20 jaar rond hier zo, moet ons toch elke dag ontroeren en ook motiveren. De Staten-Generaal is een heel oud instituut. Nog maar een maandje en dan zijn we jarig. En dan bestaan we 560 jaar. Want u weet, voorzitter, de Staten-Generaal zijn opgericht in het jaar 1464. En sinds onze oprichting hebben de Staten-Generaal altijd een rol gespeeld in onze geschiedenis. Op welke manier dan ook. En die geschiedenis is altijd turbulent geweest. En de afgelopen zitting was daarop geen uitzondering.
komende vanuit de donkere coronaperiode, gevolgd door een ellenlange en pijnlijke kabinetsformatie, inclusief functie elders, de toeslagen, stikstof, Groningen, de boerenopstand, het tumult rondom asiel. En nadat we de Indische schepschotel in het restaurant naar binnen hadden gewerkt, op de laatste dag voor het reces, en toen we met z'n allen dachten, hé, even 8 weken geen politiek gedoe aan ons hoofd, de volgende dag, wat was het, 5:30, 5:30, stortte het kabinet in elkaar. En de schokgolf die die dag begon, is nog steeds zichtbaar deze week bij het afscheid van mevrouw Marijnissen. Maar er is heel veel gebeurd. En wellicht is die schokgolf nog lang niet ten einde. Is de storm nog lang niet uitgeraasd. Er zijn hier in onze organisatie oude wonden, er is oude boosheid. Maar er zijn ook nieuwe fracties, nieuwe fractieleiders, een nieuw presidium, een nieuwe griffier, een nieuwe voorzitter. En die alle hebben de zware taak om dit mooie parlement weer op de rails te krijgen. Het kan zelfs zo zijn dat de focus nog meer dan tot op heden op dit parlement komt te rusten, omdat we wellicht een extra parlementair kabinet krijgen of een zakenkabinet. En in dit alles, in deze woelige baren, sta ik vandaag tegenover u om te solliciteren naar die functie, de functie van de voorzitter van de Tweede Kamer. En ik denk dat ik in die woelige baren een vaste hand te bieden heb. Ik heb een stuw meer aan ervaring. In 2010 werd ik ondervoorzitter. Sindsdien heb ik 4 voorzitters mogen dienen. Mevrouw Verbeet, mevrouw van Miltenburg, mevrouw Ariep en mevrouw Bergkamp. Ik ken de klappen en ik ken de zweep. Een ondervoorzitter heeft achter de schermen intensief contact over het reilen en zeilen van de Kamer. Er is namelijk altijd wel wat. Altijd speelt er iets dat aandacht verdient. Het is een intensieve functie. En zoals mevrouw Ariep ooit zei tegen mijn fractieleider, Geert, Martin doet meer voor mij dan voor jouw fractie. En daar had ze gelijk in. Ik heb die vier voorzitters altijd met 100% loyaliteit en ook waardering gediend. We hadden, hier zijn 2 getuigen daarvan aanwezig, het afscheidsetentje van het vorige presidium. En ik heb de vrijheid genomen om de toast uit te spreken richting mevrouw Bergkamp. En ik heb haar uitgebreid geprezen en elk woord was gemeend. Mevrouw Bergkamp heeft de Kamer met hart en ziel gediend. En ze heeft heel veel goede dingen gedaan. En ze is zeer, zeer, zeer onterecht door de modder gesleept. En ik hecht eraan om dat nog eens even te onderstrepen. U weet, mevrouw de voorzitter, geachte leden van de sollicitatiecommissie, hoe ik leiding geef in de plenaire zaal. Ik hou de boel graag strak. Geen gedonder. Spreken via de voorzitter, meneer Eertmans. To the point. En ik heb in die functie ook heel veel botte dingen gedaan. Een motie die niet ging over het onderwerp heb ik weggepraat. Ik heb een ferme botsing gehad met mijn fractiegenoot Dion Graus. Inmiddels is het weer goed tussen ons. Ik heb eens de eerste spreker in tweede termijn afgebroken. Sorry, mevrouw Kreuger. En het hele debat verdaagd, omdat anders het daarop volgende debat veel te laat zou beginnen. En dat konden we de minister van Justitie, die in de coulissen stond te wachten, niet aandoen. Soms moet dat. Alle bewindspersonen, die tenslotte onze gasten zijn, ontvangen altijd de maximale hoffelijkheid van deze voorzitter. En veel ministers en staatssecretaris kunnen dat waarderen. Strakke leiding dus. Vergaderingen verlopen bij mij altijd soepel. En de boog hoeft niet altijd gespannen te zijn. We denken wel dat de wereld niet kan voortbestaan zonder onze briljante bijdrage. In de praktijk valt dat soms reuze mee. Wat ik te bieden heb is een zekere luchtigheid. We mogen ook wel eens een keertje lachen. En als u mij kiest, komt dat uw arbeidsvreugde ten goede. Als ik voorzit, is het meestal ontspannen. En iedereen staat op tijd weer buiten. En dat kan ook het personeel waarderen. Meneer Stoffer, kunt u uw telefoon uitzetten? Kijk eens aan. Ja, inleveren. U gedraagt u als de voorzitter. Nou, dat lijkt me wel. Voorzitter, de afgelopen jaren zijn veel collega-Kamerleden opgebrand. Overspannen, burn-out. We doen onszelf veel aan. We maken idioot veel uren. En op een gegeven moment gaat het niet meer. En daarom ben ik een man van de klok en van de guillotine. Vroeger bestond er het legendarische artikel 81 reglement van orde. Het zogenaamde guillotine-artikel. En dat hield in dat het aan de voorzitter was om een eindtijd van het debat te bepalen. Dan was het mooi geweest en ging iedereen naar huis. Het licht ging uit. Wat ik wil is dat om 11 uur ook gewoon daadwerkelijk het licht uitgaat hier. Dick Dolman, voorzitter, deed dat gewoon. Gewoon halverwege een zin van Flip Buurmeijer bij de begroting Sociale Zaken.
de kenners weten het, de vergadering beëindigen. Morgen gaan we verder. De legendarische Ton Elias kon het allemaal smakelijk vertellen. En zo'n guillotine wordt gewoon gewaardeerd door het personeel. Ik wil erop inzetten. Als het personeel de voorzitter had mogen kiezen, dan had ik jaren geleden de hamer al in ontvangst genomen. Ridder Tuinman leerde ons eergisteren in zijn maidenspeech dat de mensen aan het front, de mensen met hun voeten in de modder, altijd gelijk hebben. Voor de zwevende kiezers vandaag zou ik zeggen, praat met onze mensen aan het front, ons hardwerkend personeel, ze mogen niet stemmen. Mevrouw van der Plas vraagt over managementskwaliteiten. Nou, draagvlak onder de mensen die ons werk mogelijk maken, is precies wat ik heb te bieden. Zoals het wandelend archief van de Tweede Kamer, Menno de Bruyne, vanochtend tweette. Feit is dat het kamerpersoneel hem op handen draagt. Gaat over mij. Ja, ik citeer alleen maar, voorzitter. Waar zouden we zijn zonder Twitter? Feit is dat het kamerpersoneel hem op handen draagt. Iets wat gezien de recente ophef hierover best mag meewegen. Ik heb dat, voorzitter, altijd strikt neutraal gedaan en dat zal ik blijven doen. Wie daaraan twijfelt, kan ik meedelen, meneer Sneller, dat ik geen lid ben van welke partij dan ook. En ik beloof plechtig dat ik dat ook nooit zal worden. De profielschets spreekt van een voorzitter die boven de partijen staat. En dat kan natuurlijk het beste met een partijloze voorzitter. En hier staat hij. Achter de schermen ben ik ook altijd knetterneutraal geweest. Ik ben gedrild door Ronald van Raak van de SP, met wie ik 1 jaar of 10 in het presidium heb gezeten. En als iemand het waagt om in een vergadering van het presidium te zeggen, mijn fractie vindt dat, dan sprong Ronald van Raak zo ongeveer op en hij zei, je zit hier niet om een fractie te vertegenwoordigen, je zit hier voor het algemeen belang van de Kamer. En daar had hij 100% gelijk in. En die neutraliteit maakt onderdeel uit van de traditie van dit huis. En het zit in het DNA van mij en van het presidium. Voorzitter, er was nog een amendement van de heer Van Meijeren. Dat stelt dat de Kamervoorzitter altijd uit de oppositie moet komen. Het is niet aangenomen. Ik kan overigens bevestigen dat de PVV een oppositiepartij is. Omgangsvormen. Ja, dat is ongelooflijk belangrijk, voorzitter. De nieuwe leden die debatten van gisteren en eergisteren hebben meegemaakt, denken wellicht dat het hier elke dag vuurwerk is. Ik zag het. U heeft een interruptie van mevrouw Beckerman, SP, en ik denk op het vorige onderwerp nog. Ja, zeker. Voorzitter, de PV is een oppositiepartij. Dat is helder, voorzitter. Maar eigenlijk ging het meer over het punt wat in die motie later in het amendement werd gemaakt. En dat was een vrij principieel punt. Spreekt u uit dat de voorzitter uit een oppositiepartij moet komen? Degene die nu solliciteert voor het voorzitterschap heeft daarvoor gestemd. Dus ik ben wel benieuwd wat de mening van de sollicitant daarover is. Ja, de sollicitant kent die motie en het amendement. Het is niet aangenomen. Dat is een belangrijk punt. Als het wel was aangenomen, hadden we een manier moeten verzinnen in het reglement van de orde om dat te regelen. Want nu kiezen we een voorzitter vlak na de verkiezingen. Dus dan hadden we iets moeten verzinnen dat we bijvoorbeeld pas als we een nieuw kabinet hadden, dat we dan pas een voorzitter zouden kiezen. He, dat zou dan een uitwerking geweest kunnen. Ja, dat is allemaal niet gebeurd. En omdat het niet is aangenomen, hebben we dat dus niet zo verzonnen. Ja, dus nu hebben we een voorzitterverkiezing. We hebben niet echt een coalitie. Mijn partij is nog steeds een oppositiepartij. Ja, het kan veranderen, dat weten we niet. Maar vooralsnog klopt het. Een vervolgvraag van mevrouw Beckerman. Zeker, voorzitter, het klopt. En het klopt ook dat die motie werd ingediend op een moment dat diezelfde situatie voorhanden was. Namelijk op het moment dat er geen coalitie was. Het kabinet was gevallen op toeslagenschandaal. Er werd onderhandeld over een nieuwe coalitie. Of die onderhandeling startte, is eigenlijk vrij vergelijkbaar. En toch stemde de sollicitant op dat moment ook voor die motie. Hey, toen was ik nog geen sollicitant. U was op dat moment ook sollicitant. De motie is ingediend bij een debat waarin u eveneens als sollicitant zat. Dus even los van de klok en hoe dat allemaal zit met het moment. Hoe beoordeelt de kandidaat-voorzitter inhoudelijk het voorstel? Principieel. De heer Bosma. Nou ja, ik zou het er graag mee eens zijn. Waren het niet dat het niet is aangenomen? Dus nu hebben we een realiteit waarin het voorstel niet is aangenomen. Kijk, mijn partij is bijvoorbeeld voorstander van het afschaffen van de Eerste Kamer.
Ja, dat voorstel heeft het vooralsnog niet gehaald. Dus is er een Eerste Kamer. Moeten wij dan uber-principieel zijn en niet in de Eerste Kamer gaan zitten? Hetzelfde verhaal met het Europees Parlement. Mijn partij is voorstander van 140 kilometer mogen rijden op de snelweg. Dat voorstel is bij mijn weten, ja, ik ben een treinreiziger, niet aangenomen. Maar het betekent niet dat de leden van de PVV-fractie zelf 140 kilometer op de snelweg kunnen rijden. Maar heeft u uw punt gemaakt, mevrouw, tot slot, mevrouw Beckman. Ja, voorzitter, dat is mooi en u bent goed in het woord. Maar stel nou dat die motie opnieuw werd ingediend. Dan is er geen situatie dat die wel of niet is aangenomen. Dan is het gewoon dit debat en dan moet elk Kamerlid beoordelen wat stem ik op die motie. Dus stel nou iemand bedenkt vandaag, zou de huidige vorm van... Die zegt, nou, ik dien die motie opnieuw in. U leest die motie, wat zou u daarvan vinden? Hoe zou u hem beoordelen? Ik vind het op zich nog steeds een hartstikke goed idee. Maar de realiteit is dat die niet is aangenomen. Dus ja, je kan wel blijven filosoferen van hoe de wereld er had uitgezien als een bepaald voorstel niet was aangenomen. Maar het is niet aangenomen. En dus nu zitten we met de situatie dat we dus vlak na de verkiezingen een voorzitter kiezen. Ja, en wie is oppositie en wie is coalitie? Daar kun je een hele boom over zetten. Hele korte afronding en dan wil ik dit punt wel... Dus de kandidaat-voorzitter vindt het een goed idee. Dan wil ik graag vragen waarom is het een goed idee? En als hij dan voorzitter wordt, wat zet hij dan in gang om dat goede idee misschien wel te promoten? De heer Bosma. Nou ja, als voorzitter weet ik niet of ik dat idee zou lanceren. Want je moet als voorzitter boven de partijen blijven staan en neutraal zijn. Dus ik weet niet of je dan met zo'n voorstel moet aankomen. Zeker omdat het... ook is gesteund door mijn eigen fractie inderdaad. Ik vind dat je daar een zekere terughoudendheid mee moet houden. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Seder namens de ChristenUnie. Ja, voorzitter, ik heb deze vraag ook gesteld. En ik vond dat de heer Bosma helder begon, maar toch wel een beetje mist optrekt. Dus vandaar dat ik toch even gewoon wil vragen, maar ik ook wel een voorzitter hoop te zien die ook gewoon klipperklaar kan zijn. Ja, het klopt dat u nog geen voorzitter bent, maar het amendement die ook u gesteund heeft, zegt gewoon, dit amendement beoogt dat de voorzitter van de Tweede Kamer altijd uit de gelederen van de oppositie afkomstig moet zijn. Even los van of het is aangenomen of niet, mijn vraag aan u is, deelt u die opvatting nog steeds, of neemt u, ik vond dat mevrouw Van der Plas dat netjes deed, vanwege voortschrijdend inzicht, dat niet meer deelt? Heer Bosma. Nou ja, het is wel mooi dat de volledige Tweede Kamer nu een amendement van Forum voor Democratie aan het omarmen is. Ik zal het woord kartel maar niet gebruiken, maar ik vind het wel opvallend. Forum maakt toch school, zeker bij de ChristenUnie blijkbaar. Als het voorstel nu ik vind het op zich een goed voorstel. Het is een hele serieuze vraag. Het is ook een heel, ik vind het een best goed idee. Maar we zitten nu gewoon met de situatie van vandaag. En de situatie van vandaag is, we moeten 2 weken na de verkiezingen een voorzitter kiezen. En dat doen we vandaag. En dit is de situatie die we hebben. Dus we weten helemaal niet wie er over een half jaar of een jaar op het bordes staat. Dat is gewoon de situatie die we nu hebben. Heer Seder, vervolgvraag. Ja, voorzitter, dat is allemaal waar, maar niet mijn vraag. Mijn vraag is, bent u persoonlijk van mening dat de voorzitter van de Tweede Kamer altijd uit de gelederen van de oppositie afkomstig zou moeten zijn? De heer Bosma. Nou ja, misschien dat ik daar nu anders over denk. Ja, ik weet het niet helemaal. Misschien moet ik dat zeggen. Ja, en misschien is dat ook niet echt nodig inderdaad. Ja. Dank u wel. Ja, ik zit ook een beetje hard op te denken. Ja. De heer Klaver, GroenLinks-PvdA. Nou, voorzitter, we hebben hier natuurlijk een debat met twee beoogd voorzitters, of in ieder geval die dat allebei hopen te worden. En ik wilde alleen even zeggen, hoe kijkt de heer Bosma ernaar dat hij zojuist eigenlijk op serieuze vragen van mijn collega's zegt, ja, dit zijn eigenlijk een soort van vragen die komen uit het kartel. En als hij zegt, ik sta boven de partijen, en dat hij toch zo'n uitdrukking overneemt. Nou ja. Ik heb hem tussen aanhalingstekens uitgesproken, want ik gebruik even het taalgebruik van Forum. Dat is natuurlijk een grappig iets dat vrijwel de gehele Tweede Kamer nu een motie van Forum of een amendement van Forum omarmt. Dus in die zin heb ik het willen doen. Dus het is kartel tussen aanhalingstekens geweest. Heer Klaver, vervolgvraag. Ik zal het niet te lang, over doorgaan. Maar dat zijn termen die zijn gebruikt om hier heel veel partijen weg te zetten. Ook individuele politici, met alle gevolgen voor deze politici tot gevolg. Dus ik vind het niet een heel gepaste of grappige grap. Nee, maar ik vind het grappig dat de hele Tweede Kamer nu ineens met een amendement van Forum staat te wapperen. Dat vind ik ook weer interessant, maar maakt niet uit.
Vervolgt u uw betoog. Dank u wel. Omgangsvormen. Voorzitter, de nieuwe leden die de debatten van gisteren en eergisteren hebben meegemaakt, denken wellicht dat het elke dag hier vuurwerk is. Maar dat is niet zo. Onze debatten verlopen over het algemeen uiterst rustig. We doen in eerste termijn ons ding. Dan is er pauze, we drinken een kopje koffie en praten wat over onze vakantieplan of het weer. En dan volgt de rest. En zo gaat dat in 99% van de gevallen. Ik ben voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Ik hou van het debat, laat het maar knallen. Dat neemt niet weg dat het altijd netjes moet. En daar moet de voorzitter mede voor zorg dragen. Zie het reglement van orde dat vaag is. En dat dus voor de voorzitter een zware taak in petto heeft. Want die moet dus ter plekke en soms in een honderdste van een seconde een beslissing nemen die vervolgens 60.000 keer op de televisie getoond wordt. En dan is natuurlijk altijd de vraag, waar leg je de grens? En dat is een hele moeilijke. En daar heeft de heer Van der Lee een paar wijze woorden aan gewijd. Als je nou vraagt wat niet, dan denk ik om te beginnen aan grove scheldwoorden. Ik denk aan, nou ja, dat heb ik toegevoegd aan het reglement van orde, bedreigingen, dat soort zaken. River to the sea vind ik echt niet te pruimen. Ik ben blij dat de Tweede Kamer zich daarover heeft uitgesproken. De heer Jansen maakte het punt over Tweede Wereldoorlog vergelijkingen. Ja, ik vind mensen in de nazihoek douwen, vind ik bijzonder grof. Dus dat ga ik altijd graag tegen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een groot probleem heb met de term extreem rechts, die in het debat van gisteren ook diverse malen ter sprake kwam. Dat is in wezen een nazi-vergelijking. Mevrouw Van der Plas maakte gisteren een punt van het woord, van de uitdrukking, wat was het ook weer, paladijn van Poetin. Had ik die term laten doorgaan? Ja, ik denk het wel, omdat het onderdeel uitmaakt van een politieke redenatie. Leuk is hij niet, maar je moet ook niet altijd naar de voorzitter willen kijken om te horen wat mag wel en wat mag niet. Je kunt ook gewoon als individueel Kamerlid een persoonlijk feit maken en gewoon zeggen dit gaat te ver. Heel vaak zijn dingen ook persoonlijk. Dus dat is ook gewoon een mogelijkheid. Daar moeten we ook gewoon bewust van zijn. De heer Eertmans heeft een vinger gekregen, begrijp ik. Dat heb ik niet gezien. Maar dat zijn ook dingen wat mij betreft die niet door de beugel kunnen. Dit onderwerp verwacht ik. De heer Sneller, D66. En de term Stasi-secretaris, om een bewindspersoon aan te spreken? Nou, dat vond ik wel speels. Ik had hem zelf verzonnen kunnen hebben. De heer Sneller. Ja, en dat is misschien ook precies het probleem wat ik heb met de beantwoording van de heer Bosma. Omdat het ook gaat over de geloofwaardigheid van het inderdaad willen bevorderen van die goede omgangsvormen. En ik heb in eerste termijn daar wat retorische vragen over gesteld. Maar ik mis ook hier toch wel de reflectie op inderdaad wel zorgen dat het netjes blijft en dat soort dingen. En tegelijkertijd zelf als speler in dat veld steeds de grenzen opzoeken en daar toch ook vaak overheen gaan. En nou noemt hij zelf die natievergelijkingen die hij niet vindt kunnen, terwijl hij daar toch ook wel uit vist. Meneer Bosma. Daar ben ik mij niet van bewust. Ik heb vaak het punt gemaakt dat natievergelijken niet kunnen. Daar vis ik ook niet uit. Er zijn heel veel dingen, ja, dingen die niet kunnen bijvoorbeeld. Het is altijd moeilijk, hè? Maar wat me te binnen schiet is bijvoorbeeld dat er gesproken werd over de heer Van Dissel. Coronadebat wat ik mocht voorzitten. Nou, toen kwam er iemand uit de zaal en zei van ja, het zou eigenlijk niet zo moeten zijn dat je zijn naam mag noemen. Nou, ik heb gezegd nee, je mag die naam best noemen, want hij speelt een rol in een belangrijk dossier. Maar vervolgens werd over de goede man gezegd, hij is corrupt. En toen heb ik gezegd, nee, ho, dat kan echt niet. Je mag iemand noemen, je mag ook iemand bekritiseren, je mag zeggen iemand heeft een verkeerde beslissing nemen, maar iemand corrupt noemen of breder gesteld aan iemands integriteit twijfelen, dat mag niet. Nou, dat is zo'n grens. En u heeft het reglement van orde net gepakt. Daar staan begrippen in, de waardigheid van het debat, respect, et cetera. Ja, dat is een caoutchouc-artikel wat openstaat voor interpretatie. Maar ja, ik denk dat ik al die keren dat ik op de stoel heb gezeten, daar redelijk scherp op heb gevaren. Tot zo op dit punt, de heer Sneller. Dat denk ik ook. En daarom heb ik in mijn termijn ook dat duidelijke onderscheid aangebracht tussen de heer Bosma als technisch voorzitter, waarin die inderdaad denk ik fair is en onpartijdig.
Maar heb ik ook wel benadrukt dat het belangrijk is dat de Kamervoorzitter ook een voorbeeldfunctie heeft en ook die doorleeft. En dat is waar ik de heer Bosma vraag op te reflecteren. Zijn eigen track record hier als Kamerlid en het opzoeken van die grenzen en het vaak overschrijden van de grens van het betamelijke. En vervolgens wel hier zometeen in die stoel willen zitten, maar ook als boegbeeld van deze Kamer willen functioneren om ook die omgangsvormen helder te houden en netjes te houden. Ja, maar ja, dat zijn natuurlijk twee verschillende rollen. Dus je bent als... Kijk, als je aan sport doet, je voetbalt bijvoorbeeld, en je wordt gevraagd om een wedstrijd te fluiten, zijn dat twee verschillende dingen. Ik denk dat als Danny Makkely, een bekende voetbalscheidsrechter, zelf voetbalt, dat hij af en toe ook hands maakt. Ik heb regelmatig, maar dat moet u maar niet verder vertellen, bij de interruptiemicrofoon ook niet via de voorzitter gesproken. Terwijl als ik bij wijze van spreken 10 minuten later op die voorzittersstoel zat, zei ik, ho, wilt u via de voorzitter spreken? Dat was een slordigheid van mij, ik had het wel moeten doen. Maar zo botsen die twee rollen wel. Het zijn twee verschillende rollen. En soms gaat dat makkelijker dan een andere keer. Ik had eigenlijk al tot slot gezegd, maar dan is echt, want de heer Ergen staat ook nog klaar. Maar ik geef u echt kort, zonder lange introductie. De heer Bosma ziet geen enkel probleem met de geloofwaardigheid van zijn eigen track record combineren met zometeen dat ambt van Kamervoorzitter bezetten. Nee. Dat is een helder antwoord. Dan de heer Ergen namens Denk. Ja, voorzitter, dat is precies het punt waar ik eigenlijk op zou willen doorvragen. Want ik heb in mijn bijdrage verschillende voorbeelden genoemd waarin de heer Bosma als Kamerlid een aantal uitspraken doet die, ja, als Kamervoorzitter bijna niet te stroken zijn met elkaar. En ik heb eigenlijk, en in de beantwoording met het vorige interruptiedebat, maar ook in de reflecties die de heer Bosma net heeft gedaan, eigenlijk geen antwoord gekregen of geen antwoord gehoord op de vraag van, ja, hoe geloofwaardig gaat u nou als Kamervoorzitter kunnen zijn als u als Kamerlid zoveel uitspraken heeft gedaan en eigenlijk veelpleger bent in het doen van uitspraken over bepaalde bevolkingsgroepen. Hoe geloofwaardig denkt de heer Bosma te kunnen zijn? De heer Bosma. Ja, 100%, omdat ik Kamervoorzitter een andere rol vervul dan het zijn van woordvoerder op een bepaald terrein. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Artikel 61 grondwet luidt dat wij de voorzitter kiezen uit ons midden. Dus we kennen geen externe voorzitters. En dat betekent dus dat een voorzitter per definitie lid is van een fractie. En elke fractie is controversieel. Elke fractie zegt controversiële dingen. Mijn fractie is de grootste fractie van dit huis, heeft de meeste zetels en is dus het minst controversieel. Meneer Ergen, namens Denk, vervolgvraag. Ja, voorzitter, dat procesantwoord, dat begrijp ik heel goed. Dat je een andere rol vervult en dat je als volksvertegenwoordiger, als Kamervoorzitter voor boven de partijen wil gaan staan. Maar wat ik dan niet kan stroken is dat het Kamerlid Bosma bijvoorbeeld heeft gepleit voor het sluiten van islamitische basisscholen. En als ik in de Statenpassage loop, ik ben, wat is het, al 10 dagen Kamerlid. En ik heb heel veel klassen en groepen gezien die een rondleiding krijgen van ProDemos, waar ook Kamerleden bij aanwezig zijn. Eigenlijk ben ik benieuwd hoe de heer Bosma dan omgaat met leerlingen uit een islamitische basisschool. Of om nog een voorbeeld te geven, is dat de heer Bosma zelf heeft gepleit voor het vervangen van het Tropenmuseum naar een koloniaal museum. En ik meen me te herinneren dat Kamervoorzitters tijdens de landelijke Kitty Kotti-herdenking altijd naar Amsterdam gaan, daar een praatje houden, daar een inspreken over bewustzijn en over het koloniaal verleden van Nederland. En ik ben benieuwd of de heer Bosma daar ook zijn rol gaat pakken straks als hij gekozen wordt als Kamerlid. De vraag is duidelijk. Zeker, zeker. En de basisschool die u op het oog heeft, die zal ik met veel plezier rondleiden. En dan krijgen ze een geweldige rondleiding. Hebben ze de dag van hun leven. Dan laat ik ze de achterkant zien van de Tweede Kamer. En dan gaan ze juichen naar huis. Tot slot, heer. Tot slot, voorzitter. En eigenlijk de vraag die ik stel, misschien ben ik iets te langdradig, maar de vraag die ik dan tot slot aan de heer Bosma wil stellen, in die twee voorbeelden. Wat is uw boodschap als u daar de vraag krijgt? Hoe kunt u nou op een geloofwaardige manier hier optreden als Kamervoorzitter? De heer Bosma. Nou ja, dan zal ik die basisschool uitleggen dat we een artikel hebben in de grondwet. Die luidt dat we onze voorzitter kiezen uit ons midden.
En dat ik behoor tot een partij die gekozen is, zoals we allemaal behoren tot een partij, tot een fractie die gekozen is. En dan leg je dat gewoon uit. Zo gaat het in Nederland. Dit is al hoe we het heel lang doen. Dank u wel. Vervolgt u het betoog. Voorzitter, de afgelopen eeuwen is er veel kritiek geweest op ons instituut. Soms worden daar harde woorden bij gebruikt. Thorbecke sprak over een apenspel. Troelstra zei, uw stelsel is vermolmd en verrot. Meneer Pechtold had het over dat de politiek vies en foos is. Term bananenmonarchie is wel eens gevallen. Mijn fractieleider sprak van nep-parlement. En de historicus Melging betoogt dat het gedachtegoed van Hans van Mierlo gebaseerd is op dezelfde analyse als die van Geert Wilders. Zou ik Thorbecke afhameren? Nee. Zou ik bananenmonarchie afhameren? Nee, ook niet. Vind ik zelf de Tweede Kamer een nep-parlement? Nee. Nee, dat vind ik niet. Maar er moet ruimte zijn voor alle criticasters om hun verhaal te vertellen als dat voorkomt uit het mandaat dat zij hebben gekozen voor van de kiezer. En dus sta ik pal voor de vrijheid van meningsuiting. Een paar kleine dingen. Moet wetgevingswoensdag behouden worden? Mevrouw Michon, absoluut. De 3-uur-regel, moet die behouden blijven? Ja, natuurlijk 100%, want we maken onszelf al gek genoeg. De heer Ergin over kleine fracties. Ja, dat is een mooi systeem. Een mooi buddy-systeem. Dat is de fracties die in het presidium zitten een kleine fractie kunnen vertegenwoordigen. En met alle soorten van plezier ga ik de denkfractie vertegenwoordigen in het presidium. U vraagt, wij draaien. Veel kandidaten voor het voorzitterschap, en ik ben redelijk teruggegaan in de tijd, ontvouwden op hun sollicitatie allerlei grote plannen. De een nog ambitieuzer dan de andere, vergaderen op locatie en noem maar op. Van veel van die plannen hebben we nooit meer iets gehoord. Dus laten we de ambities kort houden. Maar ik heb wensen genoeg. De voorzitter heeft een beperkte macht, maar laat ik een paar dingen noemen waar ik op zou willen focussen. Ik zou heel graag zien dat het parlement weer die fameuze leeuw wordt en niet het lammetje dat smakelijk op het menu staat van het kabinet. In mijn sollicitatiebrief citeerde ik Marga Klompé, die hoopte op een Tweede Kamer als, ik citeer, tegenspeler en bewaker van de overheidsmacht, einde citaat. Beter valt het niet uit te drukken. Alles is er de afgelopen jaren aan gedaan om Kamerleden in staat te stellen hun werk optimaal te verrichten. Zie de versterking van het bureau wetgeving, de dienst DOA, rapporteurschappen, de jettengelden. Zie ook de aanbevelingen van de commissie van der Staaij. De Kamer moet zich veel meer bewust zijn van haar eigen kracht. Ons veel groter maken en veel meer opkomen voor onze eigen rechten. Het is vrij simpel. Gans het raderwerk staat stil als onze machtige hand het wil. Er zijn ook pleidooien geweest om eigenlijk te vergaderen zonder een hele stringente agenda. Om gewoon onderwerpen los te kunnen bespreken. Eigenlijk doen we dat al, want dat doen we ook bijvoorbeeld bij de begrotingen. We doen het bij Gehaktdag. We doen het bij het jaarlijkse debat de staat van de rechtsstaat. Maar ja, ik hoorde laatst een mooie anekdote van een Kamerlid dat ons is ontvallen. En die had een debat over internationalisering van hoger onderwijs. En ze zaten heel erg te wachten op brieven van de regering. En die kwamen niet en die kwamen niet. Maar het debat stond gewoon in de agenda. En toen zijn ze het gaan doen zonder al die brieven van de regering. En dat was een geweldig debat. Omdat de deelnemers niet vastzaten aan dat stringente onderwerp. En dat vind ik eigenlijk iets waar we veel meer over zouden moeten nadenken. Het is wel moeilijk, want waar praten we dan over en wat is het doel? Maar het is, en mevrouw van Vroonhoven had het over dat we te veel de waan van de dag beheersen. Dat zij een bondgenoot zoekt om daar eigenlijk uit te treden. Dat zij op zo'n manier kunnen doen. Zij zegt ook, ja, het zou mooi zijn als Kamerleden hun scoringsdrift beperken. Maar dat moeten Kamerleden gewoon allemaal zelf doen. En we zullen als Kamer veel meer van ons moeten afbijten. Ik erger me aan ministers die op het laatste moment stukken naar de Kamer sturen, met als gevolg dat parlementariërs zich onvoldoende kunnen voorbereiden. Ik erger me aan ministers die eerst op de televisie verschijnen en pas daarna iets aan de Kamer sturen. Ik heb me geërgerd aan al die weggelakte teksten uit de documenten rondom het toeslagenschandaal, maar ook dat de Kamer het nakijken heeft met allerlei akkoorden en fondsen. We zetten onszelf zo buitenspel. Vorig jaar gaven we 21 miljard uit. 21 miljard zonder dat de Kamer erover ging.
Onze F-16's gaan naar de Oekraïne zonder dat we er zelf over debatteerden. De Algemene Rekenkamer beschikt over sterkere informatiebevoegdheden dan de Tweede Kamer. Zoals bijvoorbeeld ambtenaren inhoudelijk bevragen en alle relevante documenten raadplegen. Maar we moeten ook naar onszelf durven kijken. Ik erger me aan Kamerleden die snel even een debat komen inrennen, hun filmpje opnemen en weer weggaan. Ik erger me aan de stortvloed van moties. Het is een hele oude ergernis die gaat terug naar Maarten Schakel van de Antirevolutionaire Partij. Maar het feit dat we dat onszelf maar niet onder controle kunnen krijgen, betekent gewoon dat we gaan stemmen over het belastingplan. De omvang is een bescheiden 350 miljard, om 3 uur 's nachts. Omdat we elkaar helemaal gek maken met al die moties. Hoe om te gaan, vroeg mevrouw van Vroonhoven met die motie van gisteren. Ik denk dat de voorzitter dat uitstekend gedaan heeft. Het is vrij simpel. De voorzitter kan geen moties uit de vaart halen. Die kan niet zeggen, alles leuk en aardig, maar we behandelen hem niet. Kijk maar in het reglement van orde. Het is aan de meerderheid van de Tweede Kamer. Ik vind het hard, maar zo is het. Ik erg me soms kapot aan de lichtvaardigheid waarmee wij wetten beoordelen. Ten slotte de core business van ons parlement. Mijn indruk is dat vroeger met 4 grote partijen en dus met veel Kamerleden die ruim in hun tijd zaten, veel secuurder met het wetgevingsproces werd omgegaan dan nu. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden dat het geweldig gaat. Bijvoorbeeld, ik mocht een heel mooi debat voorzitten, een zorgdebat over het elektronisch patiëntendossier. En er was mevrouw Jobe van den Berg van het CDA. En die was een uur aan het woord en die had die wet van A tot Z uitgebeend. En ik heb een uur lang, ik weet niets van het elektronisch patiëntendossier, helemaal niet. Ik heb een uur lang genoten van een Kamer die gewoon doet wat het moet doen. En dan is er artikel 68, grondwet, cruciaal voor ons als volksvertegenwoordiging. Informatie, plicht. En de Kamervoorzitter moet dat als een Cerberus bewaren. En het is vrij simpel, zonder een kabinet dat het achterste van zijn tong laat zien, is ons Kamerwerk volstrekt zinloos. En een voorzitter moet alle middelen inzetten om die informatie los te krijgen. De commissie van mevrouw Inge van Dijk heeft heel veel nuttige tips daarvoor geleverd. En ook daarbij zijn wij als Kamerleden zelf aan de bal. We kunnen dat gewoon zelf doen. En de voorzitter, deze voorzitter, zal zeker de stok achter de deur zijn om te zorgen dat het kabinet gewoon daaraan meewerkt. U bent zich, net als ik, waarschijnlijk wezenloos geschrokken van het PISA-onderzoek in zaken leesvaardigheid. De heer Jette sprak daar gisteren over. Nergens in Nederland wordt zo slecht gelezen. Nergens in Europa wordt zo slecht gelezen als in Nederland. Gelukkig hebben we Griekenland nog, anders waren we echt de hekkensluiter geweest. Ik denk dat we als Kamer onze kleine bijdrage kunnen leveren om onze jeugd weer aan het lezen te krijgen. Als u mij kiest in het Hoge Ambt, dan zal ik in ons jubileumjaar 2024 elke Kamerdag openen met een gedicht, afkomstig uit de schatkamer van onze literatuur. Sterker nog, als u mij straks kiest, dan ga ik daar meteen mee beginnen. Ik heb het gedicht al klaar liggen van iemand die vandaag precies 100 jaar geleden werd geboren. En ik zal voor u een Kamervoorzitter met heimwee zijn. De nieuwe leden denken misschien dat dit ons echte onderkomen is. Dat is niet zo. Deze parkeergarage is slechts ons tijdelijke domiciel. Dus als de verkenner en de fractieleiders voor die tochtige draaideuren de pers te woord staan en zo de afwezigheid van alle grandeur illustreren, dan is dat niet onze natuurlijke habitat. We zijn vissen op het droge. Ik hunker naar onze terugkeer. En ik ga echt de turbo erop zetten om onze verlossing uit de ballingschap te bespoedigen. En ik heb nog een grote wens. Ik wil ons gebouw terug. Er is iets heel raars gebeurd. Toen er gewerkt werd aan de zogenaamde nieuwbouw, de heer Van der Lee sprak daarnet over, dus zo rond 1990, toen de legendarische Piet de Bruin, die nog steeds hier rondloopt, de zaal maakte, wat we dus de nieuwe zaal zijn gaan noemen, toen waren wij als Tweede Kamer de eigenaren van ons gebouw, wat logisch is. En ergens is het misgegaan en niemand kan mij duidelijk maken wie ons gebouw heeft ontfutseld. Maar het is niet meer ons gebouw. En het is dus als wij bijvoorbeeld zeggen, we willen straks terug, maar willen een andere kleur kozijnen, dan moet de Tweede Kamer zich in verbinding stellen met de minister van Volkshuisvesting. En die belt de Rijksvastgoeddienst. En dan wordt het doorgegeven. En dan zegt de Rijksvastgoeddienst, nee, die kleurkozijnen willen we echt niet.
Het is natuurlijk te gek voor woorden dat wij het hoogste lichaam zijn in de Nederlandse democratie en niet eens de baas zijn over ons eigen huis. Ik weet niet hoe we het moeten regelen, maar ik vind dat we echt gewoon moeten vechten om te zorgen dat dat stukje van het Binnenhof weer gewoon van ons wordt. Want wat gebeurt er nu? Wij worden verbouwd. We verbouwen niet, we worden verbouwd. Dus als het, ja, we worden verbouwd. Dus als ongetwijfeld gaan de kosten 3 keer door het dak. Wat zijn de krantenkoppen? Ja, de Tweede Kamer, moet je zien, gaan ze zelf verbouwen? Wordt het zoveel duurder? Nee, we worden verbouwd. Dat moet in de toekomst anders. En als we dan weer gaan verbouwen, dan bellen we gewoon zelf een aannemer. Dat is gewoon toch logisch. Ik zou ook heel graag iets willen doen aan de lobbycratie. Maar dat vind ik wel een moeilijk onderwerp. We hebben nu een lobbyregister. Nou, daar kan iedereen in kijken. Er zijn een stuk of 90 lobbyisten. Wat betekent dat? Nou, ja, dan ga je in dat register staan en vervolgens krijg je een pas. En dan kun je hier op de publieke tribune of je kunt beneden in het staatlokaal kun je koffie drinken. En that's it. En ik kijk op die lijst en daar staan volgens mij heel veel mensen op die al lang al niet meer werkzaam zijn. Ik vind het een beetje een fopspeen. En ik zou heel graag daar iets mee willen doen. Ik vind het moeilijk. Ik kijk ook bijvoorbeeld naar de Bundestag, waar dat veel uitgebreider is. Er is heel veel gebeurd op dat gebied van integriteit, et cetera. Naar aanleiding van de dingen van de Greco, et cetera. Maar ik zou graag iets aan die lobbycratie doen, want dat ondermijnt onze geloofwaardigheid als Tweede Kamer. Ten slotte nog iets over sociale veiligheid. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Het vorige presidium heeft zich daar uitgebreid mee bezig gehouden. Er zijn ook maatregelen genomen op dat gebied. We hebben natuurlijk dat rapport gehad van de Universiteit van Utrecht. Een heel nuttig rapport wat eigenlijk aan het licht bracht dat de meeste mensen blij en tevreden zijn en trots op het feit dat ze voor de Tweede Kamer mogen werken. Maar er is ook een minderheid die zich bepaald niet senang voelt. En het vorige presidium voelde zich met het neus bij feiten gedrukt en heeft een aantal maatregelen genomen. Komt een programmadirecteur, klachtenprocedures, vertrouwenspersonen. Ik denk dat er een paar goede stappen voorwaarts zijn gemaakt. In het verlengde daarvan heeft ook het presidium opgestart wat uiteindelijk de affaire Ariep is geworden. En de heer Van der Lee heeft er net antwoord op gegeven. En mevrouw Van Vroonhoven stelde ook de vraag, hoe kijk je daarnaar? En ik had tijdens de lunch de mogelijkheid om erover na te denken, om een antwoord op die vraag te geven. En ik kijk erop terug als een nachtmerrie. Ik werk een kleine 20 jaar in deze organisatie. Ik heb veel meegemaakt. Hoogtepunten, dieptepunten, verkiezingsoverwinningen, nederlagen. Problemen rondom de veiligheid van mijn fractieleider. Zeer aangrijpende dingen. Maar er is uiteindelijk heb ik niets meegemaakt dat me zo heeft aangegrepen als die affaire. Het is algemeen bekend dat ik een uitstekende relatie had met mevrouw Ariep. Ik mocht graag op de achterbank met haar meerijden. We hadden de grootste lol, we hebben veel meegemaakt. Dat dit zo heeft moeten gebeuren, vind ik verschrikkelijk. Ik zou er alles voor over hebben dat op de een of andere manier weer goed komt. Het heeft allerlei juridische componenten, heeft de heer Van der Lee net uitgelegd. De mensen die het rapport hebben gelezen, wat slechts een enkeling heeft gedaan, die hebben meer informatie dan anderen. Ik hoop dat het rapport naar buiten gebracht kan worden. Het is onderdeel van een juridische strijd, wat het nog extra pijnlijker maakt. Ik wou, het is in zekere zin achter de rug, omdat het rapport af is. Er is ook een brief van de ondernemingsraad gekomen. Maar ik vond het meest afschuwelijk wat ik heb meegemaakt in de kleine 20 jaar dat ik hier werk. U heeft een interruptie op dit punt van mevrouw Van Vroonhoven. Nieuw sociaal contract. Die erachter ligt is natuurlijk dat je op basis van anonieme klachten in die zin ook eigenlijk weerloos gemaakt kan worden. En dat geldt niet alleen maar voor een oud-Kamervoorzitter. Het zou ook voor Kamerleden kunnen gelden. Het zou ook voor medewerkers kunnen gelden. U zegt nu, u vindt het verschrikkelijk. Dat vinden we allemaal. Maar het gaat erom hoe we moeten dit tot een einde breien. En we kunnen heel rustig de bodemprocedure afwachten en allemaal netjes het paadje belopen. Maar we willen met elkaar graag dit tot net einde brengen. Misschien ook een gebaar maken naar mevrouw Ariep. En mijn vraag aan u is, een van die gebaren zou kunnen zijn dat in ieder geval die twee adviezen die elkaar misschien tegenstrijdig zijn, om die in ieder geval ter inzage te leggen. Dat we in ieder geval met z'n allen
over uw schouder kunnen meekijken. En mijn directe vraag is, bent u daartoe bereid? Om te beginnen, mevrouw van Vroonhoven heeft het over anonieme bronnen. Nee, het volledige managementteam heeft die anonieme meldingen ondersteund. En als we het hebben over sociale veiligheid, betekent dat dat je klachten zeer serieus moet nemen. En dat is de reden geweest waarom het presidium geacteerd heeft. En heeft geacteerd op die manier zoals het dat gedaan heeft. Ja, die adviezen zou ik dolgraag naar buiten willen brengen. Want ik denk dat zeker dat rapport verhelderend zou kunnen zijn. Het zou je bijvoorbeeld kunnen beperken tot alleen de Kamerleden, dat die het erin zagen hebben. Maar dat zijn weer allerlei juridische haken en ogen die dat verhinderen. Dat heeft de heer Van der Leen het uitgelegd. Mensen hebben meegedaan aan een onderzoek op grond van anonimiteit. En je zou kunnen stellen dat in dat rapport die anonimiteit voorbij is. Dus dat is natuurlijk, dat zou niet netjes zijn tegenover de mensen waarmee gesproken is. Zouden ook andere juridische redenen kunnen zijn? Mevrouw van Vroonen, over dit punt. Waar ik wel bij wil opmerken, dat ik denk dit niet de plek is waar we deze kwestie, daar hebben we toch gelegenheden genoeg over. Maar ik snap de reflectie erop van wat het standpunt van de voorzitter is. Maar ik zou wel willen voorkomen dat we heel diep in deze casus duiken. Helemaal mee eens en ook afsluitend. Dit gaat er met name omdat we hier nu straks een nieuwe Kamervoorzitter hebben zitten. En wij het graag zouden zien dat de kwestie met de oude Kamervoorzitter op een nette manier wordt afgerond. Ik heb de antwoorden van beide kandidaten heb ik nu gehoord. Ik had gehoopt dat van beide kanten dat we ook hadden gezegd van luister even, laten we iets meer hier onze schouders onder stellen. Ik laat het even hierbij. Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar de heer Bosma. Ja, dat zou ik ook heel graag willen. Niets liever dan dat. Vervolgt u uw betoog? Nou ja, ten slotte was er nog een vraag over de griffier. De nieuwe griffier. met dankzegging aan de huidige griffier die dit werk tijdelijk heeft gedaan en op een geweldige manier vorm heeft gegeven aan deze belangrijke functie. Een grondwettelijke functie, laten we dat niet vergeten. Artikel 61 grondwet. De nieuwe griffier, daar ben ik erg enthousiast over. Het is iemand die uit ons midden komt, als het ware. Namelijk is een oud-Kamerlid. En dat vind ik heel belangrijk en heel interessant. Want het is iemand die gewoon het kamerwerk kent en weet wat de haken en ogen kunnen zijn. Dus ik verwacht er veel van. Mevrouw van Vroonhoven vroeg of het klikt. Nou, het is iemand waarmee iedereen heel snel een klik heeft, denk ik. En ook, hij kan ook bijdragen, denk ik, tot het agendaonderwerp sociale veiligheid. Het is een heel toegankelijke man. Ik denk dat er ook kan bijdragen dat er allerlei vrevel en moeilijke dingen uit de organisatie naar boven komen. En dat we kunnen ingrijpen. Dank u wel. Dat was het. Dan kijk even of er nog interesse zijn. Dat zie ik. Ik zag de heer Klaverhal met mevrouw Michon Derksen is eerder bij de microfoon namens de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, de heer Bosma zei op een eerdere vraag dat het nou eenmaal zo is dat wij uit ons midden een voorzitter kiezen en dat die dan de voorzitter is van alle Kamerleden. Dus dat is natuurlijk de juridische grondslag. In mijn betoog vroeg ik aan de heer Bosma hoe hij omgaat met reactie van anderen. Dus bijvoorbeeld reacties van hoogwaardigheidsbekleders uit het buitenland of specifieke belangengroepen die u dan gaat uitleggen. Nou ja, ik ben gekozen, want ik ben voorzitter en dat is op dat artikel zit ik hier. Maar hoe gaat u nou om met de vooringenomenheid van anderen die u zult treffen als u voorzitter van deze Kamer bent? Ja, vooringenomenheid is natuurlijk een uitdaging. Ik zal dan alle vragen beantwoorden die er eventueel zijn. En ik zal uitleggen dat de voorzitter boven de partijen staat en neutraal is. Dat is onze traditie. Dat is hoe het werkt. Dat is het DNA van de Tweede Kamer. En alle voorzitters van parlementen komen uit het parlement zelf. Dus ik zal dat desgewenst als zodanig formuleren. En eigenlijk doe ik dat al heel veel jaren. Want ik vertegenwoordig de Tweede Kamer al heel lang op allerlei vlakken. Ik ga elk jaar naar de Indië-herdenking in Roermond in augustus namens de Tweede Kamer. Ik heb in mei gesproken op de herdenking van de slag om de residentie hier vlakbij Ypenburg. Spreek ik namens de hele Tweede Kamer. Ik ben meerdere malen in het Oranje Hotel geweest om daar een krans te leggen. Ik heb conferenties geopend, op ambassades geweest. Ja, ik heb nooit één wanklank gehoord. Een vervolgvraag van mevrouw Michon Derksen.
Ja, voorzitter, dat is goed om te horen. Maar dat doet u nu nog zeg maar, als een nevenactiviteit na uw werk als woordvoerder, waarin u dan toch ook uw andere passie weer kan uitoefenen. En met allerlei mooie verhalen en spitsvondige grappen uw standpunt duidelijk maakt. En dat gaat dus als voorzitter, we hebben het hier gisteren ook vaak over gehad, gaat dat deel dan in de ijskast voor u? Hè? Hoe gaat u dat ervaren? Meneer Bosma. Ja, dan zit het in de ijskast. Nee, ja, dat is hoe het werkt. Dus een kamervoorzitter is volstrekt neutraal. Staat als het ware boven de partijen. En laat zich dus op geen enkele manier in met welke partijpolitieke activiteit. Ik moet altijd denken aan mevrouw Verbeet, onze gewaardeerde voorzitter in de tijd. Lid van de Partij van de Arbeid. En als er dan een congres was van de PvdA en er waren televisiecamera's, dan ging ze heel decent achterin staan. Want ze wilde gewoon niet bij dat plaatje horen wat partijpolitiek is. Nou, dat vind ik een professionele houding. En ik zal in die traditie wandelen en met veel trots. Ja, dat is toch het minste wat je kan doen voor de Tweede Kamer. Ja. De heer Klaver, GroenLinks PvdA. Voorzitter, ik zou bijna zeggen dank voor deze toezegging, maar die is ook wel heel makkelijk zonder partijcongressen natuurlijk. Ja, ja. ja die mazzel heeft u dan weer. Het is wel, maar goed, wie het kleine niet eert. Hè. Voorzitter, ik had ook nog een vraag gesteld over de staatsrechtelijke verhoudingen in relatie tot eerdere uitspraken die de heer Bosma heeft gedaan over de rechterlijke macht. En dat ze wel onafhankelijk zijn, maar niet, maar wel vooringenomen. En dat veel uitspraken toch ook lezen als het verkiezingsprogramma van D66. En hoe hij daarmee reflecteert op die staatsrechtelijke verhouding. Juist als de Tweede Kamer als één van die staatsmachten. En ook zeker een voorzitter als hoeder van die rechtsstaat. Ja, nou, we zijn sinds gisteren verrijkt met de term democratisch ethos. Dat kende ik nog niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik voldoe volledig aan die democratische ethos. Gezien het feit dat ik hier al heel lang rondloop, dat blijkt ook uit alles wat ik gedaan heb als woordvoerder Binnenlandse Zaken. Alle zaken die ik gedaan heb, die verraden een diepe waardering voor de democratie en de rechtsstaat. En dat neemt niet weg dat je af en toe kritiek moet hebben, ook op de instituties. Want die zijn vatbaar voor kritiek. Ja, ik wil niet eigenlijk mijn verhaal van wat ik als woordvoerder Binnenlandse Zaken te veel gaan herhalen. Maar die kritiek die past daarin en die komen juist voort uit de liefde voor die democratische ethos. Een vervolgvraag. Ja, voorzitter. Natuurlijk, instituties moet je altijd kritisch op zijn. Dat zijn hier veel collega's. Collega Omtzigt, die gaat geen debat voorbij zonder dat hij kritisch is op hoe het daar staat. Maar ik sprak u wel iets specifieker aan, hè, zoals meerdere collega's hebben gedaan. Nu loopt daar een klein beetje omheen. Ik heb het er namelijk over, omdat u eigenlijk zegt, u bent niet zozeer alleen maar kritisch op hoe het nou precies loopt of welke besluit, maar u zegt heel, heel letterlijk, ja, maar ze zijn niet onpartijdig over rechters. En dat vind ik lastig, omdat dat namelijk het in twijfel trekken is van welke uitspraak daar komt. Dat namelijk vooringenomen zou zijn en dat het rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van D66 zou komen. Ook een quote van u, niet van mij. En daarom vraag ik u toch te reflecteren. Wij zijn een van die staatsmachten. En als Kamerlid, nou ja, dan doet u die uitspraak straks. U bent als voorzitter, bent u verantwoordelijk ook, of heeft u een belangrijke taak in toch, ja, opletten dat die rechtsstatelijke verhoudingen tussen alle hoge colleges van staat en al die andere staatsmachten, dat die goed zijn. Dus kunt u daar toch op ingaan, op deze uitspraak, waarin u zegt, rechters zijn niet onpartijdig. Heer Bosma. Ja, nou, dat heb ik dus gedaan in een andere rol, in een andere functie. Nu sta ik hier als sollicitant. En als voorzitter van de Tweede Kamer zal ik, voor zover ik daar enige invloed op zou kunnen hebben, die scheiding der machten bewaken. Dat is niet meer dan logisch. En dan kunt u ervan uitgaan dat ik dat ook neutraal kan doen. Tot slot, wat ik hieruit opmaak is dat u zegt, ik vind dat rechters niet onpartijdig zijn. Ik zal het alleen niet meer zeggen. En dat vind ik lastig, om heel eerlijk te zijn, omdat namelijk over dat democratische ethos, dat gaat er niet alleen over wat u wel of niet zegt, dat is in wat je uitstraalt, waarin je gelooft, hoe de werking van onze democratische rechtsstaat dit is. En die is zo ongelooflijk precair. En de democratie gaat erover, wie heeft de meeste stemmen gekregen? U heeft refereerde daar terecht aan. Wat is de uitslag van de verkiezingen? Wie neemt daar het initiatief? Maar die democratie die is gestoeld op een rechtsstaat, waar iedereen gelijk wordt behandeld, waarin we verschillende staatsmachten hebben, die allemaal hun eigen functie hebben. En vooral die staatsmachten die elkaar respecteren. En dat respect mag van iedereen hier gevraagd worden, maar zeker van de voorzitter.
De heer Bosma. Ja, nou ja, en dat in die rol van woordvoerder Binnenlandse Zaken heb ik dan kritiek gehad op die instituties. Dat heb ik wel vaak gedaan. Ik heb het ook als woordvoerder media gedaan op de media, in het bijzonder publieke omroep. Dat moet niet alleen kunnen, maar het is ook mijn plicht als volksvertegenwoordiger om die zaken aan de orde te stellen. Dat heb ik gedaan. En als voorzitter heb ik dus een totaal andere rol. Dank u wel. Dan is het woord nu aan de heer Seder namens ChristenUnie. Ja, voorzitter, ook dank voor de beantwoording van de vragen. Ik meende te horen dat de sollicitant bijna aan het einde is van zijn betoog. En ik heb nog wat vragen die nog niet beantwoord waren, maar wel gesteld. Ik had er twee, voorzitter. Allereerst vroeg ik hoe de heer Bosma via de voorzitter kijkt naar het wetsvoorstel wat door de heer Wilders, ook door de heer Bosma, nog steeds aanhangig is, wat mensen met de tweede nationaliteit uitsluit van het passief kiesrecht. En waarom ik dat vraag is omdat het is een wezenlijk recht, ook iets wat de samenleving bindt. Volgens mij gaat het ook om mensen in dit parlement die gekozen zijn, terwijl de wens is van u als Kamerlid, maar nu als sollicitant, dat is mijn vraag in ieder geval, zou willen dat dat niet meer zou kunnen. Volgens mij gaat het ook wezenlijk over enkele fractievoorzitters in dit parlement. En het wetsvoorstel is er nog, ook met uw naam eronder. Dus ik vroeg mij af hoe u naar het voorstel kijkt, ook in het licht van uw kandidatuur. En kunt u daarin een voorzitter ook wel zijn van alle parlementsleden, of in ieder geval de schijn wekken, of de schijn juist vermijden dat u dat niet bent? Heer Bosma. Ook daar geldt hetzelfde antwoord voor. Als volksvertegenwoordiger en met een bepaalde ideeënachtergrond kom je tot een bepaalde conclusie, tot een bepaalde mening. Daar hoort dan een initiatiefwetsvoorstel bij en dat maak je. Ja, en als voorzitter zal ik geen oordeel hebben over welk wetsontwerp dan ook. Een vervolgvraag van de heer Seder. Ja, voorzitter, maar zou dat concreet betekenen dat het wetsvoorstel Bosma of het uitsluiten van het passief kiesrecht, dat u daar onderuit gaat, dat het niet ingediend wordt, dat u daar afstand van neemt of dat er voortschrijdend inzicht is? Ik stel deze vraag omdat, natuurlijk heeft u verschillende rollen, maar u bent nog wel dezelfde persoon. Hè? En dat is denk ik ook wel van relevantie, ook met hoe de omgang tussen Kamer en voorzitter is. Dus vandaar dat ik toch even doorvragen wat u dan van plan bent om te doen, mocht u gekozen worden. Nou, ik trek mijn handen natuurlijk 100% af van dat wetsontwerp. Ja, dat is dezelfde vraag als net. Een voorzitter moet geen partijpolitieke zaken doen. Dit wetsontwerp is een slapend wetsontwerp. Het ligt er al een tijdje, maar ja, een van de dingen die je dan moet doen is je daar verder niet meer mee bemoeien. Want een voorzitter kan geen initiatiefwetsvoorstellen indienen. Tot slot, de heer Seder. Dank, voorzitter. En helder. Dan mijn tweede vraag waar ik nog geen antwoord op heb gekregen. Dat ging over een specifieke casus waarop social media een ambtenaar met naam en toenam werd genoemd vanwege het vervullen van een politieke nevenfunctie. En volgens mij kent de heer Bosma de casus, de namen wil ik hier niet gaan noemen, want dat heeft repercussies toen gehad. En mijn vraag was voor de persoon. En mijn vraag was hoe de heer Bosma hierop terugkijkt. En of hij van deze, maar ook misschien ook andere uitingen richting personen die in het ambt, die als rol van ambtenaar hier actief zijn geweest, of hij daar spijt van heeft, of hoe hij dit soort uitingen ook ziet in het licht van zijn rol als voorzitter. En dan weet ik dat de heer Bosma dat ongetwijfeld ook niet van plan was, maar ik ga hem wel vragen om ook dan niet de naam van die ambtenaar te noemen. Nee, en ik weet echt niet waar het over gaat, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Heer Seder. Ja, voorzitter, voor ons is het wel een relevant punt. Misschien kunnen we even schorsen dat ik het kan influisteren. Maar ik wil hier wel een serieus antwoord op. Nee, voorzitter, maar waar het over gaat is omdat wij willen weten hoe de voorzitter reflecteert op zijn gedrag daarop. Nou ja, laat ik in zijn algemeenheid zeggen, dus er is iets gebeurd en het heeft gevolgen voor een privépersoon gehad, blijkbaar. Ja, dat vind ik verschrikkelijk en dat vind ik waardeloos. Dat moet je natuurlijk, dat is nooit de bedoeling. Ik kan er ook niet toe aangezet hebben. Dus als dat een antwoord is. De heer Seder, tot slot. Ja, voorzitter. Misschien dat de casus nu wel dus is teruggekomen bij de heer Bosma. Maar mijn vraag is of de heer Bosma, ongeacht dat hij het effect niet bedoeld heeft, of hij spijt van die handeling heeft. Nou ja, ik weet niet goed meer welke handeling dat was. Dat ontgaat me een beetje. Maar ja, nogmaals, als ik iets gedaan heb wat een negatief effect heeft gehad, dan ben ik daar niet blij mee. Dan vind ik dat heel vervelend en vind ik dat heel jammer. Blijkbaar voor iemands veiligheidssituatie. Nou, je hoeft niemand uit mijn fractie te vertellen hoe belangrijk veiligheid is.
ik kan me niet voorstellen dat ik ooit heb aangezet tot negatieve repercussies of wat dan ook van een persoon. Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar de heer Bosma of die nog behoefte heeft aan een slotwoord. Nee, stemt allen op mij. Kijk, dat is een helder oproep. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van de, hoe ga ik het eigenlijk noemen, bijna de sollicitatiegesprekken van de kandidaten met u als Kamer. Dan hebben een aantal partijen aangegeven dat zij behoefte hebben aan een tweede termijn. Ik kijk heel even naar de heer Markershouwer of hij ook behoefte heeft aan een tweede termijn. Nee, dan mevrouw Koekoek. Mevrouw Koekoek, heeft u behoefte aan een tweede termijn? Niets. Dan de heer Ergin, die heeft behoefte aan een tweede termijn namens DENK. En als ik weer even wat stilte in de zaal mag, want ik zou eigenlijk wel meteen door willen. De heer Ergin. Ja, voorzitter, dank u wel. Nogmaals bedankt voor de felicitaties en dank voor de getoonde moed. Ik heb in de beantwoording nauwgezet geluisterd naar de beantwoording. En ik zie dat in de beantwoording beide kandidaten waarde hechten aan kameruitspraken op verschillende onderwerpen. En daarom dien ik twee redelijke moties in om de Kamervoorzitter die vandaag gekozen wordt uiteindelijk ook te sterken in de vervulling van zijn rol. De Kamer gehoort de beraadslaging, roept de aanstaande voorzitter om op te treden als er haat wordt gezaaid in het parlement en derhalve niet toe te staan dat er racistische omvolkingstheorie wordt bepleit, niet toe te staan dat Kamerleden met een hoofddoek worden geïntimideerd, niet toe te staan dat racisme of discriminatie worden genormaliseerd, niet toe te staan dat geloven worden weggezet als ziektes, rampen of als kwaadaardige ideologieën en gaat dat over tot de orde van de dag. En een tweede motie, de Kamer gehoort de beraadslaging, roept de aanstaande voorzitter op om te bevorderen dat er voortvarend aan de slag wordt gegaan met de bevordering van diversiteit en inclusie in de Kamerorganisatie en hiertoe concrete voorstellen worden gedaan. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Ergin, voor uw inbreng. Dan kijk ik naar mevrouw Michon Derksen van de VVD. Oh, meneer Ergin, voor u vertrekt. Ik zie dat er nog een interruptie is van mevrouw Michon Derksen. Dus een momentje heeft dat... Ja, ik zit toch even na te denken over uw eerste motie, maar... Maar gaan we nu zeg maar via een kameruitspraak aan de voorzitter vragen om een aantal zaken die, ik hoorde dingen die we gewoon in het wetboek van strafrecht hebben staan, dat we dat nog een keer bekrachtigen of meegeven als diegene voorzitter wordt. En dat doen we dan voor of nadat wij hebben gestemd. Ik vind het heel ingewikkeld. En ik weet eigenlijk even niet wat we daar nou mee moeten. Dus ik kan ook alvast één procedure antwoord geven. Dat is, we gaan eerst over alle moties stemmen en daarna pas kiezen we een kandidaat. Dat is even, dan kan de heer Ergin op de rest reageren. Ja, voorzitter. Kijk, ik heb in mijn speech gewezen op de dubbele maat die ik zie. En ik kan me goed voorstellen als dat voor de VVD, als die conclusie niet door de VVD wordt gedeeld. En ik heb in de beantwoording van de kandidaten heb ik in ieder geval opgemerkt dat ze allebei waarde hechten aan kamermeerderheden. En ik probeer vanuit de dubbele maat die DENK constateert daar iets mee te geven in de uitvoering van de functie van de kamervoorzitter. Mevrouw Michon Derksen. Ja, voorzitter, ik vond uw betoog over die dubbele maat heel mooi. Het sprak me ook erg aan. En nu schuift u mij in de schoen alsof ik dat niet zou herkennen. Maar dat is nou, als het nou over die dubbele maat gaat, dan is dat heel erg in het debat. Moeten we dus elke keer kijken wat wel en niet toelaatbaar is. Dus contextafhankelijk moeten we de voorzitter die we kiezen, waar we daarvoor het meest vertrouwen in hebben. Dat is een onderdeel, denk ik, van ieders afweging. Maar in uw motie noemt u ook dingen die gewoon verboden zijn in het wetboek van strafrecht staan. En dan moeten we dat ook weer nog een keer met elkaar bekrachtigen. En alsof het dan lijkt alsof als we dat niet zouden doen, we ook dat toe zouden staan. En dat vind ik een hele rare manier van werken. Dat vind ik apart. Dank u wel. Ja, voorzitter, waar ik eigenlijk op doel is dat we in de praktijk zien, en ik heb als buitenstaander heel vaak naar debatten hier in de Kamer gekeken en eigenlijk plaatsvervangende schaamte gehad voor dingen die hier gebeurden. Dingen staan in het wetboek, dingen staan in het reglement van orde. Sommige dingen zijn ook heel duidelijk, maar worden niet altijd toegepast. En ik probeer met deze moties, twee moties daar aan de Kamervoorzitters iets in mee te geven. Het staat u natuurlijk inderdaad vrij. Misschien nog wel even een toevoeging, want een aantal van de zaken die u schetst, die staan ook wel in het reglement van orde. Maar goed, dat wilde ik nog even toevoegen. Mevrouw Michon Derksen tot slot, dan mevrouw Van der Plas. Ja,
Ja, voorzitter, want ik hoop zo erg hè, dat we dat nu vanavond niet met een motie doen, maar dat we dat gewoon elk debat met elkaar doen. Dat we elkaar hier per debat aanspreken, dat we een voorzitter kiezen die ons daarop aanspreekt als het nodig is. En het is toch van de gekken dat we hier dan een motie op aannemen en dat we dan in een debat volgende maand zeggen, ho, even teruggrijpen naar die motie van die en die datum, want dit hebben we zo niet afgesproken. Wat we hebben afgesproken is dat dit reglement. En verder hebben we een stevige voorzitter nodig die ons corrigeert als wij uit de band springen. En wij moeten met elkaar per debat elkaar gewoon op inhoud en met verschil van standpunt en inzicht, want dat is alleen maar goed, moeten we elkaar bestrijden. En daarom zou ik zo'n motie als u net indient als eerste, zou ik echt eigenlijk juist beschamend vinden voor wat we hier in het parlement met elkaar te doen hebben. Dank u wel. Ik geef mevrouw Van der Plassen het woord. Ja, voorzitter, BBB. Ik heb wel de behoefte om daarop te reageren. Want ik constateer dat er. Ik ben het volledig eens met de punten die. Los van het laatste punt van die de heer Michon Derksen maakt. Mevrouw. Maar ik constateer. Mevrouw die Michon Derksen maakt. Maar ik constateer dat dat dus niet altijd aan de orde is. En ik wil dat meegeven aan de Kamervoorzitter. En het valt me op in de beantwoording dat beide voorzitters op in ieder geval. Meerdere momenten hebben verwezen naar uitspraken van de Kamer. Dank u wel. Dan mevrouw Van der Plas namens BBB. Ja, ik sluit me wel voor een heel groot deel aan bij wat mevrouw Michon Derksen zegt. Want eigenlijk wordt hier gevraagd of de toekomstige voorzitter bij voorbaat al de vrijheid van meningsuiting hier in deze zaal gaat beperken. En ik vind dat, ja, ik vind het eigenlijk niet kunnen. Ik zou eigenlijk willen vragen aan denken om die motie in te trekken. En ook inderdaad, wat mevrouw Michon Derksen zegt, gewoon hier in het debat plekken, als er bepaalde dingen worden gezegd, hè, waarvan iemand, een Kamerlid of de Kamervoorzitter vindt dat dat over de schreef gaat, om dan ter plekke het daarover te hebben. Ik vind het wel moeilijk hoor, dat je echt bij voorbaat nu al gaat zeggen van dit mag niet meer zeggen, dat mag niet meer zeggen, dat mag niet meer, dat mag niet meer. Want dan gaan we daarvoor stemmen of tegen, hè, dat is om het even. Maar dan gaan straks ook andere mensen zeggen, ja, maar ik vind dit niet meer leuk, ik vind dat niet meer leuk. Ja, zo kun je geen debat voeren, echt niet. En zeker, ik ben het ook heel vaak niet eens met uitingen die hier worden gedaan. Maar dan gaan we dat hier met elkaar oplossen. En ik vind het heel vreemd dat dan in een motie dat al van tevoren gebeurt, wat ook nog eens een keer een aantasting is van artikel 7 van de grondwet, en dat is de vrijheid van meningsuiting. Dank u wel. Heer Erken. Ja, voorzitter, ik ga hier geen hele lezing houden over parlementaire onschendbaarheid en vrijheid van meningsuiting. Maar in algemene zin wil ik zeker hier durf ik te beweren dat de vrijheid van meningsuiting is inderdaad een groot goed, maar die is beperkt. En in het reglement van orde staat daar bijvoorbeeld respect, is daar een beperking van. En ik zie in de praktijk, voorzitter, zie ik dat in dit huis, in de plenaire zaal, niet altijd wordt toegepast. En met deze twee moties, ik vind het hele redelijke moties. Ik zal de voorbeelden niet herhalen. Ik vind het hele redelijke moties. En net is aan de Kamer om daar een meerderheid voor te stemmen of niet. En dan weten we dat ook. Dank u wel. Dan dank ik u voor uw inbreng. Dan kijk ik nog een keer naar mevrouw Michon Derksen. En deze keer om te vragen of zij heeft ze niet. Dan de heer Sneller. Ook niet. Dan de heer Klaver. Ook niet. Mevrouw van Vroonhoven. Ook niet. Dan mevrouw Van der Plas. Ook niet. Mevrouw Beckerman. Ook niet. Even kijken. De heer Seder. Ook niet. Even kijken. De heer Krul. Ook niet. Dan mevrouw Teunissen. Ook niet. En dan kijk ik nog even naar de heer Janssen. Ook niet. Nou, dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van dit debat. Ik schors tot kwart voor, dat heeft er ook allemaal mee te maken, dat wij straks niet alleen stemming over een aantal moties gaan krijgen. Ik kom zo bij u, mevrouw Koekoek. Niet alleen over een aantal moties gaan krijgen van het debat wat vanochtend 2 minuten debat gevoerd is. Dus de motie die we net bij de regeling hebben toegevoegd en ook deze moties. We moeten nog een stembureau inrichten voor de stemming over de twee kandidaten, waarbij ik ook alle fracties wil verzoeken nog even kennis te nemen van de procedure. Want het is een vrij complexe procedure met in potentie 4 rondes, maar wellicht ook maar eentje. Maar kijk er nog eventjes naar voordat we die stemmingen gaan aanvangen. Maar mevrouw Koekoek, namens VOT. Ja, dank voorzitter. Terwijl wij dit debat aan het voeren zijn en u aan het afronden bent, ik krijg een heel aantal pushberichten met telefoon binnen dat de motie over de spreidingswet, waar ze juist in de extra regeling om gevraagd om over te stemmen, dat die aangepast wordt. En ik wil dan via u, voorzitter, ook verzoeken om een nieuwe appreciatie van die aangepaste motie. Gaan we kijken of we dat in dat half uur kunnen organiseren. Ja, en als die niet binnen een half uur gerealiseerd kan worden,
dan verzoek ik om daar later over te stemmen. Want we gaan niet over een motie stemmen die niet geapprecieerd is. Dat zou ik dan stap voor stap willen behandelen. Mevrouw Michon Derksen, VVD. Ja, voorzitter, ik denk dat ik hier licht in kan werpen. Het is een spreekt-uit-motie, dus die vraagt ook niet om een vraagt niets aan het kabinet. Ik ga nu niet de discussie openen over een aangepaste motie. We gaan eerst kijken over een aangepaste motie. Hoe die aangepast is, als het spreekt uit is, is er dus inderdaad geen oordeel mogelijk. Ik ken de inhoud van die motie niet, dan hoeft daar geen oordeel op. Als het een andere is, gaan wij het kabinet verzoeken om dat te doen voor de stemming. En mocht dat niet over een half uur lukken, dan hebben we dan weer een nieuw gesprek met elkaar. Ik schors nu tot voorzitter, kwart. Voorzitter. De motie is net rondgestuurd. Dus we hebben hem allemaal kunnen lezen, u of uw medewerkers ook. En die roept inderdaad... Die roept op, maar die roept niets op naar de regering of de Eerste Kamer. Dus als u die motie ziet, dan kunt u niet anders tot de conclusie komen dat er een orde van de regering niet over nodig is. Dan neem ik meteen van u aan. De heer Timmermans, geef ik dan toch ook het woord? Want anders dan... Ja, dank u wel. Ik heb nu ook gezien wat de wijzigingen zijn in de motie. Ik neem aan dat hierover ook niet hoofdelijk zal moeten worden gestemd, maar dat leg ik aan u voor. Want de motie stelt alleen maar vast iets wat we allang wisten, namelijk dat deze vier partijen liever die spreidingswet niet zien. Dank u wel, maar het is een kort punt. Ik vind het elegant van drie van de vier partijen dat ze de aftocht, of moet ik zeggen afgang, van mevrouw Jesselgust met dit rookgordijn willen afdekken. Maar verder voegt dit niks toe. Ik kijk even naar de oorspronkelijke aanvragen van de hoofdelijke stemming. Dat is mevrouw Teunissen, denk ik nou namens mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. En ik wil eigenlijk alleen maar te horen of u uw hoofdelijke stemming in stand houdt en niet een heel betoog. Ja, voorzitter, wij kunnen ons helemaal aansluiten bij de woorden van de heer Timmermans. De motie is nu vrijwel nietszeggend geworden en daarmee maakt de hoofdelijke stemming veel minder relevant. Dus vandaar trekken wij de hoofdelijke stemming in. Oké, dan voegen we hem toe op de stemmingslijst als onhoofdelijk. Ik ga, meneer Sneller, ja, iedereen heeft een vraag gehad. Dan... Oké, de heer Sneller heeft nog een vraag over de schriftelijke stemming. We hebben een mooie brief gekregen waarin de stemprocedure wordt uitgelegd. Alleen ik zou u willen vragen als voorzitter om nog even heel duidelijk te maken voor de leden wat een blanco stem en een ongeldige stem, wat daar precies mee gebeurt bij de uiteindelijke uitslag. Zeker, ik had een heel tekstje voor me voor als we straks zouden beginnen met die stemming, maar ik kan daar nu al wel iets over zeggen en dan kijk ik heel even naar de zijkant, want ik heb dat tekstje nu niet mee, dat ik dan geen dingen zeg die niet kloppen. Maar een blanco stem telt niet mee, is niet geldig. En het is wel zo dat u in de eerste en de tweede ronde kunt u op... Er zijn niet voor niks twee kandidaten gekandideerd, maar het staat u vrij om dan op een ieder van de 150 leden te stemmen. Die zijn dan geldig. Als u op een willekeurige andere Nederlander invult, die zijn ook niet geldig, net als de blanco stemmen niet. Dus die worden als niet geldig gezien. Die tellen daarmee ook niet mee in de meerderheid. Maar ik zal het zo dadelijk ook allemaal nog heel zorgvuldig één voor één. En ik probeer het in rustig tempo dan voor te lezen. Ik schors tot 15:15.
Ik heropen de vergadering. Aan de orde zijn de stemmingen over de moties ingediend bij het 2-minuten debat Milieuraad op datum 18 december 2023. Ik heet de leden wederom van harte welkom. Er is dus geen hoofdelijke stemming.